Arnold Schwarzenegger zegt dat ook heel veel, without a vision you don't have a life. En juist dat moment van schrijven en dat weer even durven voelen, en ja, dat, dat, dat werkt gewoon helend. Er zijn nu onderzoeken over naar buiten, wat ik heel tof vind, want ik denk, ja, zie je wel, het is niet alleen een, uh, een paar gekken die zeggen je moet journalen, want het werkt. Het is zo simpel en zo krachtig. Wat is iets dat je hebt meegemaakt of waarover je hebt nagedacht, maar dat je met niemand hebt gedeeld? Oeh. Van de ene kant zit er ook een stukje overgaan van, ja, weet je wel, I've done what I've done. So be it. Als je daar nu op terugkijkt, hoe voelde dan al die, laat ik het zeggen, persoonlijke ontwikkelingsdingen doen? Uh, heb je daar met de kennis van nu, zou je dingen anders uh, aanpakken? Um, ik zou nu zeggen van, um, het mag vanuit een iets andere intentie komen. Hè? Het was een soort van, ik ben niet af. Maar ja, dat stukje bewustwording, daar gaat het meer om dan. Ik ben niet goed genoeg. Ik moet dit. Ik moet meer voelen. Ja. Ik moet meer zo. Ik moet ik ben blijer zijn. Ik moet. Dat, 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 dat is allemaal gevolg meer. Dames en heren, en dat was 2023. Ik zit hier met Bart van Vertel eens. Um, een lekker ja, Kersttune. Ja, je zou het een kerstaflevering kunnen noemen. <laughs> um, het is tegelijkertijd ook een evergreen, dus daarom geen kerstdecor. Omdat ik me ook goed kan voorstellen dat je hier midden in de zomer heel erg van kan gaan genieten of er iets aan kunt hebben. We hebben elkaar niet al te lang geleden nog gezien. Ja. Wanneer was dat? Ja, ik denk twee maanden, denk ik misschien. Zoiets. Mm -hmm. Klopt dat? Kijken of die uh, loopt. Samen. Ja, nou, het was zomer volgens mij. Ja. Het was wel echt september. Die... Nou, het was lekker weer, of niet? Het was echt midden in de zomer. Ja, maar het is niet zo lang geleden. Nee, klopt. In mijn perceptie was het langer geleden. Maar het is misschien omdat ik een mensleven op wil zitten. En nou ja, dit hebben het over. Echt. Exact. Dat is wat <laughs> jij net zei. Dus we hebben het ook over het uh, thema tijd. Hé, hey, um, misschien is het leuk dat je jezelf nog een keer voorstelt aan de luisteraar. Ja, maar um, eigenlijk eerst dat je oh, dat uitpakt, okay. want ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Dus de, de, ik heb een cadeautje Ook omdat het, gehad. Het, het is bijna kerst, het is nu ja, december, dus uh, ja, pak maar uit, zou ik ja, zeggen. Dat zeg Ja, te gek, man. Ik, um, je zegt, ik wist al wat het was. Dus nou, nou ja, misschien. Ik heb het, wel... het, het, het zou kunnen. Het zou kunnen. Eh. Um, want ik ben wel een beetje fanboy geworden en ik kijk ook wel regelmatig <laughs> op de site en zo. Ja, precies. Maar je weet het niet? Nee, nee, nee. Ja, super. Ik, ik, weet je wat het was? Deze had jij gisteren naar me geappt, Ja, ja, daarom. En, um, dus daarom dacht ik, ja, weet het natuurlijk misschien al een beetje, maar... Uh, 111 vragen die je leven kunnen veranderen. Um, als je ik, denkt, waarom sta ik op de cover? Dan is het omdat uh, dat reflectie is. Ja, zeker. Ja. Waarom staat het reflecteren natuurlijk? Hè? Naar jezelf kijken... Nee, ja. een, beetje, een beetje cheesy, maar ik vond het wel uh, wat tof, hoor je Ja, super leuk. En, uh, dit, dit is jouw boekje. Ja, mijn eerste boek. Ik heb eigenlijk al. Nou, acht... een boekje. Dus het is gewoon. Ja, zin, het is, het is, boek, het is meer dan 30.000 woorden. Dat is een beetje, de zeggen ze, van een uh, soort van lijntje waarin je het een boek kan noemen. Dus uh, ja, het is, het is genoeg. Maar het leest denk ik heel fijn, omdat je gewoon. Een of twee pagina's met een zelfreflectievraag. Dus het is opgebouwd in. Uh... Ja, hij zegt nu, ik heb vanochtend binnengekregen. Daarom dacht ik, yes, net op tijd voor jou. Oh wow. Dus uh... nee, het zijn uh, 111 verschillende vragen, anekdotetjes, verhaaltjes. Gekoppeld dus aan een zelfreflectievraag over dat thema. Dus vanaf de dood tot aan liefde, tot aan. Uh, wat zijn je kernwaarden tot aan uh, nou ja, wie ben je, wat, wat doe je? Meer spiritualiteit, meer wat praktischer. Stoïcisme komt er veel in terug. Nou ja, allemaal dingen die ik eigenlijk over de afgelopen tien jaar interessant vond. Uh, heb ik nu eindelijk uh, ja, samengevoegd in iets waarvan ik hoop dat veel mensen daar uh, ja, inspiratie uit halen en met zelfreflectie aan de gang gaan. Want uh, voor mij is dat wel de manier geweest om mooie dingen, mooie keuzes in mijn leven te maken. Ik ging altijd vooraf aan een goede vraag, weet je, een goede vraag kan gewoon je leven veranderen op het juiste moment. Mm -hmm. En uh, ja, dat, uh, dat wilde ik heel graag in een uh, uniek boek gieten. Heb je die, uh, ja, ik wou zeggen paraat. Is er een vraag, een goede vraag geweest die je jezelf misschien het afgelopen jaar of in de jaren daarvoor had gesteld waarna van alles ging veranderen? Ja, omdat ik zoveel, ik ben veel met zelfreflectie bezig. Dus ik heb nu niet dat ik denk, eenmaal hey, als ik even wat tijd neem om over na te denken. Nou ja, qua werk hebben we. Ik heb Lars mijn compagnon met vertellen wel de vragen gesteld: van, hey, is, is dit de manier waarop we hè, door willen? Is dit, uh, past dit bij onze levensstijl? Dus eigenlijk als je dan wat meer doorvraagt hè, met, met, met waarom op een bepaald thema dan uh, ja, kom je wel tot iets waardoor we bijvoorbeeld dit jaar ja, onze business anders hebben ingericht, wat meer focus hebben aangebracht, waardoor ik dus eindelijk mijn boek onder andere en nog meer vette producten dit jaar heb kunnen maken. Dus uh, ja, hoe, ja, hoe haal je het beste uit jezelf? Hoe ben je blij met je werk? En al die, die uh, specifieke onderdelen van jezelf. Dus je kan bijvoorbeeld vragen stellen over je mind. Ben je, uh, ben je iemand die onrustig is? Oké, okay. hoe komt dat? Waarom? Nou ja, goed. En dan heb je dan specifieke vragen voor. Uh, maar je kan per onderwerp fysiek, uh, hoe wil je eruit zien en waarom dan? En, en uh, wat kan je daarvoor doen? Dus eigenlijk gaat, gaan alle veranderingen in mijn ogen altijd gepaard aan uh, ja, goede vragen... die je steeds meer doorvraagt op een bepaald thema. Dus, ja. Uh, en ja, daardoor ben ik in het verleden bijvoorbeeld in Kopenhagen gaan wonen. Omdat ik, zij waren de gelukkigste van, uh, voor, volgens mij in de vorige aflevering ook kort over gehad... de gelukkigste van uh, de wereld, die de juiste wonnen, die prijs van de Denen zijn de most happiest... Uh, ja, daar wil ik heen. Waarom zijn die dat? En hoe dan? En nou ja, uh, dat heeft me daardoor geleid dat ik daar ben, mensen ontmoet. Uh, ja, noem maar op. Dus, dus vaak zo'n klein dingetje kan, kan behoorlijk impact op een goede manier op je leven hebben. Dus ja, uh, ja dat uh, hoop ik dus te, op een hele mooie manier te hebben kunnen vangen in dit spiegelende zelfreflectieboekje. En uh, die ook gewoon ja, prettig is om te lezen en ook tijdloos is. Weet je, ja, dus laten we slaat het nu open op uh, bijvoorbeeld beslissingsmoeheid... Uh, als je te veel kleine keuzes maakt op een dag, word je mentaal moeier. Dus als jij s ochtends dan denkt, oeh, wat ga ik dit eten, of ga ik dit aandoen, mm -hmm. uh, hoe ziet mijn dag eruit, wie ga ik mee? nou ja, als je dat s ochtends al doet, ben je smiddags op of het einde van de dag, ben je mentaal meer uitgeput dan als je dat niet doet. Uh, dus dat is hopelijk iets tijdloos waardoor mensen over één of twee of drie jaar weer dit boekje denken, oh ja, hier kan ik weer even wat meer op focussen. Dus, uh, nou ja. Ja, toch gek. Ik kan nog wel eerder doorgaan. Ja, volgens, mij, volgens mij was je hiermee bezig toen wij uh, uh, in Westhoff zaten. Zo'n uh, flexwerk-koffietent in Haarlem. Ja. ja. Tot twee keer toe, volgens mij zelfs. Ja. Uh, ja, dat is ook wel grappig. Dat ik eigenlijk gewoon... Ja, een beetje bij het proces was, ja. Stiekem, ja. Ja. toevallig. Want... Nee, we hadden toen ook nog over, uh, over chapters, over je dagboek. Ja. Um, ja hoe we die naar een next level konden tillen. Dus het was wel grappig dat ik het gevoel heb dat ik inderdaad een beetje... Ja, bij het proces. Ja. Of zo. ja. Ik bedoel, niet dat ik denk van hé, hey, ik wil credits pakken, maar het is meer een grappig gevoel dat je dan ja. het proces hebt ervaren en dan ineens is het. En eigenlijk. nu is het, ja, het is altijd leuk. Het is echt een soort, uh, nou ja, ik moet wel zeggen dat dit van alle producten, we hebben dit nu iets meer dan twintig volgens mij, um, voelt dit wel het meest uh, spannend of zo, weet je? Want dit voelt toch het meest van mij, om, misschien ook omdat ik al acht jaar een soort droom, of droom is groot, maar een verlangen had om een keer een boek te schrijven. Ik vond ja. het wel gewoon vet uh, voor helemaal voor een jongen die nooit heeft uh, gestudeerd, de universiteit niet heeft afgemaakt. Dacht ik, fuck you, zie je wel. Dus een klein beetje bewijsdrang erin, maar ook ja voelt het toch wel uh, het meest spannend of zo, terwijl ja alle andere producten natuurlijk net zoveel liefde, tijd en aandacht ingaan. Alleen uh, ja, een boek is toch een boek of zo. Mensen die het Staat zelf... al lang en het is. iets zelf ook willen hebben, is dat dan? Uh jullie webshop of is het bol.com ja, of ja beide volgens mij is het op het moment van spreken staat er nog niet op bol maar dat gaan we uiteraard fixen maar het liefst gewoon via de webshop want dan uh, ja heb je ook uh, directe contact met, met mij en met mijn team via bol niet uh, dus dat is uh, dat is leuk dus ja net op tijd uh, sinterklaas cadeautje heel uh, blij mee ik ik zie de laatste vraag uh, maak je keuzes vanuit je verstand of met je gevoel ja eh, omdat ik heb een heel groot analytisch vermogen. En ik ben dan vaak geneigd om... ja, in, soort te blijven hangen in een soort... Byron Katie-achtig de work, weet je? Ja, dus dan precies, ja. Is het Maar waarom dan? Oké. Okay. Maar waarom ja. dan dat? Oké. Okay. En dan ben je aan het afbellen, afbellen, afbellen... maar dat is natuurlijk ook heel veel gevoel. Mm -hmm. um, daar gaat het blijkbaar ook over. Ja, ook heel veel dingen. En... Uh we hebben, er staat ook een stuk in over bijvoorbeeld familieopstellingen... en over ja, meer intunen met je gevoel. De Chinezen noemen dat, noemen dat zin, xin. Ik spreek het waarschijnlijk slecht uit, maar het staat in het boek. Uh, dus maak je eh, keuzes met je hoofd of met je hart. Mm -hmm. En zij hebben dat onderscheid niet echt. Zij hebben dat gewoon als een soort van één. En wij in het Westen ja, leven daarin toch wel weer anders. Dus het zijn gewoon interessante... Prikkelende stukjes waar je denkt: oké, okay, hoe doe ik dat dan? Weet je wel, en dan neem je dat mee en dan, nou ja, misschien zie je verbetering, misschien nog ja. niet, maar later. En nou, uh, ja, ik denk sowieso, spreek ik denk ik voor heel veel mensen als iedereen wat meer naar zijn gevoel zou kunnen luisteren. Uh, ja, dat uh, ik denk dat iedereen heel goed zou doen. Ja, nou ja, superleuk. Uh, het is natuurlijk ook een heel mooi moment om zo'n boekje te krijgen. Uh, vlak voor de, uh, ja, het einde ja, van het uh, We hebben ons best gedaan om hem nu uh, nog uit te brengen, uiteraard. En uh, ja, goed, het is, uh, het is ook tijdloos, dus uh, let's see. Maar in ieder geval, blij. Dus ik, het heb ook, cadeautje... uh, ja, ik heb <laughs> ook nog een cadeautje <laughs> gehad. Ik laat het even zien. Deze wou ik al hebben, maar die had ik toen net niet in mijn winkelmandje gegooid, omdat ik er andere dingen in. Black uh, had Friday gestopt. gemist. Maar ja, nu heb je hem voor nog mijn korting. <laughs> ja, dit, uh, hoe verhoudt dit boek zich, de, de Jaarplan Journal, tot 111 Vragen die je leven veranderen? Uh, hoe verhoudt zich? Hoe bedoel je dat? Nou precies? ja, uh, want ik kan me voorstellen die vragen dus ook gaan over wat voor leven wil ik leiden. En je jaarplan, ja. Je jaarplan ook. Ja, Ja, kijk, het is, uh, het is een andere tool. De Jaarplan Journal is echt gericht om stil te staan bij je jaar, mm -hmm. hè, de, de afgelopen jaar, en een plan te maken voor het komende jaar. Dus ja. je gaat aan de hand van nou, uh, tien stappen, uh, een aantal opdrachten van je levenswiel, van nou ja, financiën, relaties, ga je een beetje inzicht krijgen. In, hoe sta ik ervoor? Wat is je status quo op dit moment? Mm -hmm. uh, je gaat 33 vragen uh, door die terugpakken uh, op jouw jaar. Dus denk aan, uh, nou ja, ook, uh, het gaat veel over relaties. Want in mijn ogen, en uh, onderzoek ondersteunt dat ook, is dat is de key op een gezond, gelukkig, goed leven. En mm -hmm. uh, van, uh, die, ken je die docu-serie Blue Zones op Netflix? Ja. Dat is nou ja, daar komt dat ook een beetje in terug. Uh, Robert Waldinger is zo'n onderzoeker die ik tof vind. Die heeft een langslopende studie over menselijk geluk, waarin dat ook terugkomt. Dus dat is wel uiteraard een centraal thema, en binnen Vertellers, maar ook binnen deze journal. Uh, dus je gaat inzicht krijgen in je jaar, en aan de hand van die inzichten ga je denken... oké, okay, waar wil ik meer van, waar wil ik minder van? Wie, wat gaf mij energie, wat juist niet? En zo ga je eigenlijk met een soort nou ja, visie. Uh, Arnold Schwarzenegger zegt dat ook heel veel. Without a vision, you don't have a life. Uh, dat soort mm -hmm. uh, uitspraken. Dus uh, ja, je gaat gewoon een visie creëren. En ik merk dat veel mensen. Ja, goed, ik spreek niet voor iedereen. Misschien de mensen die deze podcast luisteren, dat die veel bewuster zijn en uh, wel een visie en een plan hebben. Maar dat veel mensen toch in deze samenleving wel ja, reactief zich laten leven in plaats van de leiding nemen over hun leven. En ik denk dat dit een hele simpele makkelijke tool is. Want dat is schrijven gewoon. Om ja iets meer leiding te gaan uh, nemen over jouw jaar. En is het nou iets wat je dan in één keer helemaal doorakkert? Of nee, expres niet. Uh, Ten eerste staat er ook bij bij alles hoe lang een onderdeeltje duurt en ook van doe dit vooral die vragen daar zou ik gewoon wat tijd voor nemen. Als jij dat denkt, ik ga het even doorheen knallen. Ik denk dat je dan een beetje de intentie mist van zo'n journal. Mm -hmm. Voor mijzelf, ik heb eigenlijk altijd zelf al de traditie, want daar is dit boek uit voortgekomen. Om heel december altijd al een beetje te nemen. Mijn vriendin wordt er op dit moment gek van, maar. Uh, terug te kijken. Van nou, wat, wat waren onze mooie trips of wat dit ze is. Ja, die heb je al gevraagd Zij Vroeg ze gisteren, zei ze dat tegen. Dus ik vooral blijkbaar nu al in herhaling. Maar in ieder geval om wat tijd te nemen voor ja, een jaar is er gebeurt echt best wel veel en het is zonde als je al die nou ja, cadeautjes eigenlijk laat liggen om uit te pakken van wat is de les en wat is het mooie eruit. Um, ja, en en dus dat stukje tijd nemen, ja, dat is ook wel een beetje de bedoeling met deze journal. Dus bijvoorbeeld die 33 vragen die erin zitten. Ja, ik zou er gewoon een paar doen totdat je denkt, nou, deze vind ik wel lastig. Ga ik even voor zitten. Weet mm -hmm. je, neem die mee je dag in of je week in. En dan komt het antwoord misschien onder de douche. Uh, ja, zo'n beetje dus. Ja. ja dus dat zou ik ook meen. aanraden. Gewoon. En weet je, je kan ook, je jaarplan hoeft niet in december af. Uh, Mijne was, uh, ik was dit jaar, was ik uh, begin januari naar Kopenhagen. De, omdat ik daar heb gewoon het fijne plek heb, een goede energie. Uh, in mijn eentje. Met alleen een boekje en een pen uh, ja, en een portemonnee om koffie te drinken. Uh, heel veel koffietentjes uh, afgeslet om uh, nou ja, eigenlijk mijn jaar door te nemen, mijn jaarplan te maken. Dus ik had hem ook, ik denk richting eind januari, echt dat hij goed stond. Um, en toen eigenlijk ook het idee van, ja vet, hier moet ik gewoon echt een journal van maken. Ik doe dit al jaren. Vrienden van mij vragen wat ik doe en dan geef ik ze tips, zeg maar, gewoon via de mail of een appje. Um, ja, dat en in hoeverre is dat uitgekomen? Mijn jaarplan? Ja. Is, is het iets wat uit. Ja, nou ja. Überhaupt? Of, het, of is het meer een intentie? Of een... Het is sowieso een intentie, maar het is net als. Ja, als je niet echt een richting hebt. Ja, wat zijn dan die cliché Ja, weet zonder doel kan je ook niet scoren. Ja, dat zijn allemaal van die cliché-dingen, maar toch zit daar een kern van waarheid in. Alleen belangrijk is, denk ik, en ook moet je bij jezelf checken wat voor persoonlijkheid je hebt. Als je heel erg bent van: oké, okay, dit heb ik afgesproken, dit is mijn plan, dit moet het worden. En dat je dan een beetje kriegelig wordt als dat het niet wordt. Ik denk dat daar de uitdaging kan liggen voor, nou ja, toch wel perfectionisten, mensen die echt het beste eruit willen halen of nu echt een goed jaar willen. Ik zou dat stukje echt in de koelkast op en juist openstaan voor nou ja, noem het het universum, noem het spontaniteit, noem het uh, gewoon, open, gewoon kunnen veranderen. Ik denk dat dat sowieso een skill is die. Uh, ja, voor veel mensen goed is om om te hebben van maar maak vooral wel een plan en als het nodig is ja gooi hem ook overboord maar je hebt in ieder geval een richting gehad en een visie gehad en een intentie gehad ik denk dat dat gewoon al goud is dus het gaat niet om uh, haal je een 10-10 10 het einde van het jaar alle tiende stappen goed en uh, nou bart heeft een tien op zijn rapport mm -hmm. maar meer van nou ja kijk bepaalde tijdloze dingen zoals je relaties weet je ja ga daar hopelijk het komende jaar wel je tijd en energie in stoppen in de mensen die je energie gaven. En ja, toch wat minder of anders de dingen inregelen wat je energie kostte. En ik denk als je dat gewoon bewust al uh, met jezelf mee instemt om dat te doen, gaat daar meer van komen. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, dat is waar ik in uh, zelf heb gemerkt dat dat werkt. En het leuke is dat nu met journalen en zelfreflectie ook wat meer onderzoeken naar buiten komen. Steeds meer dat dat ook gewoon uh, ja, echt helend kan werken. Dus ja. Ik denk dat uh, misschien een mooi bruggetje naar jou, maar de vraag naar jou. Je hebt best wel wat meegemaakt dit jaar, denk mm -hmm. ik. Uh, ja, sommige dingen wat, uh, wat zwaarder dan de andere. En juist dat moment van schrijven en dat weer even durven voelen, uh, ja, dat, dat, dat werkt gewoon heelend. Er zijn nu onderzoeken over naar buiten, wat ik heel tof vind. Want ik denk, ja, zie je wel, het is niet alleen een, uh, uh, een paar gekken die zeggen je moet journalen, want het werkt. Het is zo simpel en zo krachtig. Mm. Dus uh, ja, hoe is dat voor jou? Uh, als je dat hoort. Nou ja, kijk. Um, ja, ik, ik heb al gezegd. Ik ga open zijn in deze podcast. Ik, uh, ik zit gewoon op een uh, best wel verdrietige plek. Uh, ik zit in een rouwproces, zou je kunnen zeggen. En ik ben. Ja, dit jaar was in het kader van relaties gewoon echt super wankel. Uh, ik heb gewoon heel veel. Uh, het, het was niet een soort van. Uh, Oh, daar kan ik van op aan. Dus ik ga nu bouwen. Nee, het was gewoon. De basis was, was er gewoon niet. En, en natuurlijk af en toe wel. En dat maakt het juist ook zo, zo lastig. En toen vorige keer toen je was, kreeg ik van jou chapters 2. Dus dat is gewoon het tweede gedeelte van jou ja. hè, van, van jouw journals die je verkoopt. Ja, we hebben inderdaad meerdere journals. En dit is dan een uh, van de die we nu al zes jaar verkopen. En uh, ja, ook amper hebben aangepast omdat die gewoon. Vind ik en jij nu ook heel mm -hmm. goed werkt. Ja, dus, uh... nou, dus voor mij uh, is het journalen. Kijk, ik uh, bedoel, het, het is een stukje bezigheidstherapie ook. Uh, juist als het moeilijk is, dan heb je een soort van uh, ja, iets wat altijd gewoon doorgaat. Um, het is inderdaad ook uh, aandacht en daarmee tijd en daarmee liefde naar jezelf. Uh, Brian Tracy zei van: uh, uh, Het kind. Uh, hij houdt het meest van de ouder waar hij het meeste tijd mee heeft doorgebracht. Dus tijd is liefde, zou je kunnen zeggen. Dus in die zin gaat het denk ik over zelfliefde. Um, ik zelf ben hyperanalytisch. Dus soms kan ik ook een beetje te veel blijven hangen... in een soort ja, Einstein-modus van uh, wie ben ik en uh, hoe ja. zit nou eigenlijk alles? Overal een waarom-vraag van maken. Um, maar uiteindelijk... Um, is het ook niet vaak zo dat ik het echt teruglees? Ik weet niet of jij dat wel doet? Ja, het ligt eraan. Aan het einde van het jaar dus wel. Dan ga ik wel al mijn journals langs. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo gestructureerd ben. Ik maak ze hartstikke mooi en netjes. Maar ik heb ook allemaal kleine pocketboekjes. Nou, anyway, maakt niet uit. Maar aan het einde van het jaar neem ik ze altijd wel door. En ik ga niet alles woord voor woord lezen. Maar dat ik wel een beetje een sens krijg van... Oh ja, dat was die periode waarin ik deze gedachte of dit had ongeveer. En dan... Komt het wel weer terug? Dus mm -hmm. dat is wel mijn moment. Maar ja, ik denk niet dat daar een goed of fout in zit. Nee. Dan moet je echt, ik denk gewoon: het belangrijkste is dat het een proces is, wat jij nu ook merkt van: het moet gewoon fijn zijn. Het moet dat voelen als een body. Als je, als je denkt: nou, hier kan ik op terugpakken in goede en slechte tijden. Uh, ja, hoe ga je het fijn maken? Weet je? Ja. Als je het voelt als: uh, ja, ik moet het terug, ik moet dit, ik moet van mezelf dat. En je moet volgens mij al heel veel van jezelf, iedereen. Dus doe dat lekker niet. Nee, en ik denk, um, nou, voor mij was die journal, als ik zeg al, het is bezigheidstherapie, het is zelfliefde. Maar de derde component voor mij is op het moment dat je het aan het doen bent, um, ben je ook behoorlijk in het nu. Um, en is dat moment in ieder geval helemaal zacht en tof? Ja. ja of ja, soms ook confronterend, maar dat is dan ook zacht. Uiteindelijk voelt het altijd wat lichter, toch? Alsof ja. je denk toch een beetje iets ja. achterlaat op papier. Ja, je slaapt is ook bewezen inmiddels dat je er beter van kan slapen. Kijk, als je als nog om zes uur koffie drinkt en zo. Hè? Mm. Good luck. Maar als je alle andere basisdingen goed doet, helpt het gewoon bij ja, een kalmer. Uh, ja. En als jou al zegt dat je hyperanalytisch bent, dan heb je gewoon, denk ik wel, een druk hoofd die altijd wel aanstaat, dan is dat wel gewoon een lekker momentje om te denken. Oké, okay, even. Uh, ja. Nee, dus ik, um, ik hou er gewoon heel erg van. Dat geeft ook uh, natuurlijk een soort dopamine om gewoon bezig te zijn. Ja. En ik heb nu denk ik drie van dit soort journals helemaal vol. Ik heb, net zoals jij, denk ik ook nog iets van 30 journals die tot de helft vol zijn. Ja. Um, maar dat vind ik bij zo'n chapters ook wel leuk. Er zit een soort spelelement in. Want je gaat iedere keer naar een nieuwe week en een nieuw thema en een nieuw hoofdstuk. Um, waardoor. Ja, dat boekje jou ook een beetje helpt. Van, ja, waar gaan we het vandaag eens over hebben? He? Ja, precies. Ja, dat, uh... Dus uh, ja, ik ben uh, nu aan chapter one begonnen, want ik heb het in omgekeerde volgorde gedaan. Ja, dus ja. twee heb jij nu net uit en je had inderdaad één ja. gekocht. Die had je in de mooie nieuwe leren bruine net ja, ja, ik vind en het echt mooi. tof. Ja, thanks man. Dus uh, deze ga ik ook zeker doen. Dat komt nu ook echt wel op zijn plek. Ik vind hè? het wel oprecht heel leuk hoe we elkaar dan hebben leren kennen. En dan nu dat je echt echt fan zeg maar bent van de dingen die we die die we maken en ja. uh, hè, het is niet gespeeld of of, of nee. je, je doet voor de podcast nee, extra nee ik, leuk. Ik, bedoel, ik bedoel het grappige is wat... dat je die dingen in huis had nee maar. het grappige is we kwamen elkaar twee keer tegen en ja. dan uh, nou, daar ligt gewoon een vertellersjournal op tafel ja. als hij binnenkomt lopen nee, ja, ja. Dat bedoel dat kan je gewoon niet acten nee 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 daarom Dat is echt super dankbaar en uh, thanks en, ja uh, ook leuk dat je mij dus nu weer dit podium geeft en uh, ja, het is zo leuk ook deze decembermaand bij ons om al die nou ja, fans klanten van vertellen. Is dan eh, met die verhalen te horen die ze hebben gehad dit jaar van, hè, door, door onze tools. Het zijn eigenlijk gewoon ja, simpele tools om je leven ietsje mooier te maken. En de een ja, zit er iets dieper in de put. En die heeft dan een iets groter nou ja, verschil. Op het, hè, van, van een vier naar een zes is al natuurlijk een wereld van verschil. Dan van een zes naar een acht. Dat voelt misschien ook. Heel fijn. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat die hoge nummertjes steeds moeilijker zijn om daar een stapje verder in te zetten. Uh, ja, ben ik super dankbaar dat, uh, ja, dat, dat bijvoorbeeld jou en andere mensen dat uh, zo fijn vinden. Dus, ja, Blijf ho motiveren. Ho ho hoe lang journal je al? Ja, ik denk echt dat ik daar zeer bewust van was. Ik denk vanaf mijn 21ste of zoiets. Uh, daarvoor wel een beetje sporadisch. Uh, dus ja, ik denk dat. En toen op een gegeven moment dat ik uh, 24, uh, 23, 24, toen was het echt wel uh, wekelijks minimaal. Sowieso tot op zondag mijn week doornemen. Dat, uh, nou, daar heb ik aardig wat van uh, liggen. Ja, en, wat, en wat, wat, hè? wat heeft het jou gebracht? Ja, heel veel dingen die jij net zei herken ik mezelf ook in. Uh, en ja, vooral een hoop rust, uh, begrip. Uh, liefde voor, of liefde empathie voor mezelf, ook in bepaalde situaties, ik denk, oh, dit had ik echt wel even anders kunnen zeggen, kunnen doen, kunnen ervaren, kunnen zijn. En dan denk ik, ja, dat hoort ook gewoon bij de leercurve, bij het mens zijn. En wat kan ik met die info? Kan ik dan nog iemand sorry zeggen? Kan ik dan nog een, kan ik daar nog wat mee? Dus het is altijd een beetje een, uh, ja, een checkmomentje, weet je. Uh, het gaat, tijd vliegt zo snel, het mm -hmm. gaat zo snel vind ik, het vliegt om. En het helpt me ook altijd om eventjes van, oh ja, deze week. Oh ja, dit. Oh, was dit maandag? Was dit? Heb ik die gezien? Oh, ik heb eigenlijk best wel een vette week gehad, weet je want Anders wordt het een soort ja, eentonige waas van veel doen. Mm. Um, dus het helpt me ook gewoon een beetje ja, dingen af te sluiten. En uh, ik ben sinds dit jaar ook fan van een uh, Koreaanse filosoof. Ik denk dat jij hem ook wel fan te vet vindt. Ik vind zijn naam heel moeilijk, maar ik ga mijn best doen. Byung-Chul Han heet hij. Hij is Duits-Koreaans. Uh, en die schrijft ook, uh, ook heel veel over dat we eigenlijk tradities, ceremonies in het westen in ieder geval heel erg zijn verloren, steeds minder van hebben. En dat dat de juiste de momenten zijn om dan nou, ja, terug te pakken op je, op je maand, op je kwartaal. Uh, dat dat super belangrijk is. En voor hoe snel de tijd gaat, maar ook voor, nou, ja, voor je, je dankbaarheid, je liefde, voor je begrip. Ja. Uh, heel veel dingen zitten daarin. Nou, het heeft voor mij ook wel te maken met levenskunst. Ja. Hé, ik bedoel, een soort van van kwartaal na kwartaal leven, net zoals in de seizoenen. Ja. Uh, ja, weet je, je kan gewoon je helemaal laten overnemen door de, door de dagelijkse prikkels. Maar het, ja. het, levenskunst dat kunst en ontwerp hebben ook iets met elkaar te maken. Je, ja, je, je kiest ervoor om je leven op een bepaalde manier te ontwerpen. Ja. En om daar als een soort van. Schilder, een soort van je toe te verhouden. En, en, dat, en dat vind ik dus ook mooi, inderdaad, van, van dit soort jaarboeken. Van, uh, ik denk dat het heel erg vanuit een plek moet komen van. Uh, ja, van creativiteit. Ja. En niet zozeer vanuit een plek van. Um, pushen. geregisseerd, uh, rigide door het leven willen gaan. Ja. Want dan is het eigenlijk ook weer angst. Ja. En uh, ik heb vroeger ook wel eens van die vision boards gemaakt. En ja, toen had ik daar nog heel weinig ervaring mee dus dat is echt uh, nu meer dan tien jaar geleden en dan zat ik in Brighton voor vier maanden in Engeland ja leuk en dan uh, had ik een e-book gelezen over fishing boards ja dat was tevens mijn eerste boek over ondernemen ik heb het al eerder gezegd dat heet Stralend stralend ondernemer van uh, Martijn van Buren dat was een gratis e-book in de Apple e-book store oh, ja iBook of zo en dat was een beetje een Harry Potter boek dus je kon filmpjes aanklikken ja. en dan gingen ze spelen Lachen. En daar ging het dus over vision boards. En toen had ik een soort van... Ja, met mijn vriendin van toen allemaal fotootjes. En daar stonden van die hele concrete... Ik weet het nog, weet je. Er stond op 25 per maand salaris vanuit mijn zaak. 2500. Ja. En dat was dan bruto of zo. En dat haalde ik gewoon helemaal niet. Nee. Weet je wel, ik, ik had een soort van heel veel... ja weinig klanten, veel kosten. Ik was echt ja, een soort van kind in de speeltuin. Dus ik zei het tegen iedereen dat ik een bedrijf had, maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja. <laughs> maar van de andere kant... Het hoort erbij, toch? Het is mooi om dan te zien van... dat ik dat veel te letterlijk nam. Weet je wel? Dus ik had helemaal... Dit is mijn... Ja. Per maand, uh, dit is mijn jaaromzet. Uh, uh, ja. Zoveel ja, kilo ja, ga ik benchen. weet je wel? Uh, ja. Dus ik, ik maak dat visionbord heel meetbaar, omdat ik dat had geleerd, maar... Ja. Ja, dan. Ja, je snapt wel van als jij op gaat schrijven. je gaat zoveel kilo halteren of zo. Terwijl je helemaal nog niet weet wat je lichaam is of aan kan. Nee, precies. Maar uiteindelijk was dat toch wel grappig. Want er stond bijvoorbeeld een foto op. van dat ik een lezing gaf in de bibliotheek. Dat was dat jaar gelukt toen ook. Nou ja, je kwam in de buurt van zoiets. Ja, nee, het meest lijpen was dat ik een tekening had gemaakt. Want in die tijd was ik gewoon nog designer, webdesigner voor 365 dagen succesvol, onder andere. Um, en op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet gewoon een keer een workshop gaan geven. En dat moet ik gewoon doen op echt een, echt een vette plek. Ja. En toen had ik mezelf in een geruit overhemd getekend op die iPad. En dat was een oranje overhemd met zwarte strepen. En toen uiteindelijk uh, kwam ik terug uit Brighton. Toen voelde ik echt tijd om stage te pakken. Wat ik eigenlijk nu weer heb. Maar toen kwam het veel meer vanuit ego. En veel minder vanuit senioriteit of dat leadership. Ja. En nu ben ik daar dus, nou kunnen we het zo over hebben, uh, weer een stap aan zetten. En toen had ik dus op mijn iPad. En ik heb dat plaatje nog steeds. Van, dat ik zeg maar voor ja, een soort van vooraanstaand figuur sta en een workshop gaf. In het rijtpak? Juist. En toen kwam ik dus, ik denk vier maanden later, um, ja, werd Michael van Praag van de KNVB mijn klant. Hm. En die had namelijk ook nog een theaterproductiebedrijf samen met uh, uh, Janke Dekker. En dat is weer de vrouw van Tom Egberts. Dat is een klein wereldje. Hm. Ja, en ineens sta je daar gewoon voor de voorzitter van de KNVB. Sta je uh, een workshop te geven met mensen daaromheen en ik denk fuck dat ken ik weet je wel ik doe ook echt zo weet je wel gewoon ja. echt ja, gewoon dat overhemd ja. weet je wel. Terwijl ik dat niet eens had dat hem voor die tijd ja, het is cool hè je, dat is grappig dat je het zegt in dit boekje je gaat dus een visionboard maken er zitten er halve wegen, zitten er pagina's in we aan het einde zitten ook uh, wat uh, dingen die je uit kan plakken uh, voor je visionboard om op te, oh, cool. op te plakken dus ja, voor de mensen die dat leuk vinden. Ik vind het zelf ook wel leuk om een soort... Uh, ik heb jarenlang, aan het einde van het jaar, heb ik een schilderij gemaakt van mijn jaar. Dus eigenlijk gewoon okay, wat er in je opkomt en dan maak je iets. En dat uh, is best wel leuk. Ik heb er vier van uh, een aantal jaar op rij. Um, maar dat creatief ermee bezig zijn en dan toch ook een beetje, wat je zegt, niet, niet te meetbaar maken, maar wel ja, wat wensen, wat dromen uh, neerzetten. En ik denk het allermooiste is als je het ook gaat focussen op... Uh, ja, je doelen niet van wat, wat, wat kan je, zeg maar, maar meer, wie wil je zijn. Weet je mm -hmm. wel? Van ja, dat, daar doelen op ja, zetten. Mooi. Als dus meer ja, innerlijke doelen. Of hè, welke kernwaarden wil je beter leven? Hoe wil je zijn naar anderen toe? Hoe ja. wil je uh, nou ja, over tien jaar gezien worden? Doe je dan nu al de juiste dingen voor dat? Ja, 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 ja. Dus dat soort vragen, inzicht. Ik denk als je daar dan je, je jaar ook al op gaat uh, ja, visualiseren via plakplaatjes of niet. Mm -hmm. uh, ja, dan gaat daar wat je zelf ook merkt. Ja, het is zo grappig hoe dan denk je... hey fuck, dit... Uh, dit ge wordt gewoon echt. Sommige ja, dingen, maar... ja, ja. Maar gaaf man, dat je dat... Uh, ja, nou nee, ja, goed. Ik, ik wist ook helemaal niet dat dit opkwam, maar ik vind het gewoon nee, leuk, leuk om ook een beetje te flashbacken, omdat ja. bij mij is het misschien wel iets fragmentarischer geweest. Ik denk dat jij iets onderhoudender bent geweest. Iets meer een soort stabiele factor. Ik, ik ben ook wel een beetje het profiel kunstenaar. Misschien jij ook wel trouwens, hè? Ja, ik ook wel. Ja. Nee, ik ben uh, niet zo uh, super uh, steady. En ik heb op een gegeven moment een periode wel gehad. dat ik ik kan zeg maar heel gestructureerd en heel staccato. Ik heb ook een beetje, nou ja. Giel Belen noemde het uh, biohack verleden bij mij. Niet echt heel voorgaan, maar wel heel erg van. oké, okay, weet je wel. van koud douchen en ijsbatten. Alles in een routine van 2,5 uur. Uh, dat heb ik heel lang gedaan. Maar ik merk ook wel, nou ja, misschien het kunstenaarsbrein... of ik hou er ook al van om dingen nou ja gewoon even aan en uit te zetten ik noem dat dan of ik noem ik heb het ergens geleend intermittent lifestyle dus dat ja. je dingen ja ook uit en aanzet qua uh... en is dat dan echt bewust uit ja. en aanzetten ja, ja zeker. want want dat, dat, dat typeert jou denk ik ja want ik denk ja, en dat komt weer dus door in te checken bij mezelf ja en hoe even woep, kop kop, kop even boven de gekte uit zo oké okay. hoe gaat het even echt met me wat ben ik nu aan het doen ja weet je oh je, je drinkt wel heel veel koffie de laatste tijd gast is leuk zo'n boek schrijven, maar daar gaan we even wat mee doen. Weet ja. je wel? We gaan dan en dan eventjes uh, een weekje geen. Ja, dan krijg ik kop naar van. Dat vind ik niet chill. Maar dat is ook weer goed voor mij. Nou, ja, dus dat soort dingen. En ook, ja, let ik op. Mijn... Ik doe vaak mentaal, fysiek, voeding, sociaal zelf. Die vijf. Dus mijn mentaal. Oké, okay. welke dingen kan ik voor mijn mentaal doen? Is dat een boek lezen? Is dat meer journalen? Is dat een podcast luisteren? Is dat uh, mediteren? Nou, ik heb gewoon een aantal checkpoints waarvan ik denk: dat weet ik, dit is goed voor mijn mind. Doe ik die ook. Of zeg ik dat ik ze doe? Oh ja, nou dit en dit heb ik al wat minder gedaan de laatste tijd, weet je wel. Dus nou, fysiek hetzelfde. Ik vind dat ik sportief ben, maar hoe vaak heb ik het echt gedaan de afgelopen weken en mm -hmm. nou, weken. Als je dat dan, die realiteit dan onder ogen komt door die vragen te stellen op die gebieden dan kom ik er vaak achter. Ik denk, moe, dit kan wel weer iets meer aandacht... en dit weer iets minder. Dus ja. dat is een beetje mijn... Uh... Want in chapter staat ook starten en stoppen. Hè? Dus dat is ja. volgens mij wekelijks. Ja, waar ga je mee starten en precies. waar ga je mee stoppen? Dat is een hele lekkere vind ik. Ja. Heel simpel. Is, 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 is bij jou, uh, iedereen kan dat zelf invulling geven... is de vraag waar ga je mee starten... is dat bij wijze van spreken... ik ga starten met, uh, nou ik noem maar wat... Uh, plantmelk in plaats van gewone melk... of ik ga stoppen met, uh, met roken. Maar dan maak je het heel erg praktisch hè? Ja. dus een soort van chunk level een beetje onder top. Ja. Maar als je een soort van down chunk, dan kan het zijn ik ga aardiger zijn voor mezelf. Ja. Dus op, op welk niveau beantwoord jij hem? Ja, ook dat is denk ik ligt echt even aan de fase en de week. Maar ik probeer wel wat ik al eerder zei, altijd wel te kijken naar ja, meer naar persoonlijke doelen. Dus inderdaad, hoe kan ik aardiger zijn? Hoe kan ik uh, meer mezelf laten zien? Hè? Dingen waar ik ja, meer intern in plaats van heel meetbaar inderdaad. Maar goed, die zullen er ook zeker tussen zitten hoor, weet je. Van oké, okay, ik wil deze week vier keer naar de gym, bij wijze van. Mm -hmm. Dat lukt me dan overigens wel goed, maar um, er zullen dat soort dingen ook tussen zitten. En ik denk dat dat ook mag en goed is, weet je. Ja. Alleen ook daarin, ja, de balans. Als het alleen maar een soort praktisch te gecontroleerd plan en, en, en checklist en je moet alles afchecken, anders word je gek. Uh, ja, daar moet je dan ook weer voor waken. Ja. Dus... Uh, nou oh ja. Ik, uh, voordat we misschien even een spelletje gaan doen, want ik vind het wel <laughs> leuk. Ja, cool. Um, ik, en over ook in jaar kletsen hoor. Dat ja. In de jaargesprekken hier. Ja. He? Nee, want het spelletje, dat is daar, komt het jaar er ook in terug, ja. denk je? Ja, dit is juist ja, het, ja. Uh, het jaarreflectie-spel. Dus ja, ja, super. Het komt goed. <laughs> um, de nieuwste feestdagen-editie is dit. Ja. Want uh, je had er ook een ander. Ja, we, de, we hebben de. Nou, vertel eens is. Uh, Ontstaan. Je vroeg mij in het begin van wil je nog voorstellen? En nu ben ik, heb ik helemaal niet gedaan. Maar uh, ik kan het nu voor kort doen. <laughs> dat heel... Zeker. Uh, vertel eens is ze, uh, nee, in ieder geval, mijn naam is dus Bart Bart Kloosterhuis. En vertel eens is: ontstaan vanuit een behoefte om meer te connecten met, uh, met onder andere mijn ouders en ook uh, ja, vrienden, om me omheen. Um, omdat ik ja toch vond, en we zitten allemaal veel op ons telefoon. Uh, en ik had andere keuzes gemaakt dan bijvoorbeeld mijn oudere broer... die allemaal netjes hè, de studie en dat soort dingen allemaal heeft gedaan. En ik wilde gaan reizen en ik wilde gaan ondernemen. En mijn ouders snapten dat gewoon niet. En die waren nou, niet altijd even uh, goede praters of, of uh, vroegen mij dingen. Maar op een gegeven moment kwam ik er ook achter... ja, ik betrek zij hun ook niet echt in mijn leven. Dus ja, ik kan hun wel de schuld geven omdat zij ouder zijn in mijn ouders. En toen kwam ik eigenlijk tot het idee vlak voordat ik op een wereldreis ging... van hé, hey, hoe vet als we met kerst... want ik, ja, ik hou eigenlijk wel van deze maand... Het mm -hmm. samen zijn, die samenhorigheid verbinden. Ik, ik hou ook wel van nieuwe mensen ontmoeten en zo. Dus het, dat zit ergens wel in me. Dat, nou ja, noem het sociaal, noem het... Geen idee. Um, dat verbindende factor. Dus ik dacht, als we nou een spel maken met kerst... die geef ik aan mijn moeder. Uh, met handgeschreven kaartjes erop. Met vragen erin over je jaar en wat, wat je het komende jaar gaat doen. Uh, zodat ja, zij mij op die manier kan vragen en ik hun. Van, hé, hey, er zit een gedachte achter. Nou... Lang vooral kort, dat werd een fantastische kerst. En dat idee is eigenlijk nou ja, vrij snel uitgegroeid dankzij crowdfunding. En ja, ging dat uh, supersnel. En heb, had ik opeens een bedrijf en moest ik mensen aannemen. En uh, nou ja, nu uh, bijna acht. Dit wordt onze achtste feestdagen, zeg maar. Doen we, uh, ja, verkopen we dan een hoop mannen. en maken een hoop mensen blij. Die ja, hopelijk net als ik, uh, of nou ik weet het wel zeker inmiddels, om we zien de reviews. Ja, ook zo'n unieke ervaring hebben van: oké, okay, even telefoons weg. ...verbinden en gewoon ja, goede vragen stellen. Want goede mm. vragen leiden gewoon tot goede gesprekken en goede inzichten. En het is zo simpel, ja. weet je. Gewoon een fucking kaartje met... Een, ja, ...van wie heb je energie gekregen? Welke mensen vond je fijn en kan je daar nog waardering aan geven? Weet je? Dat soort type vragen, uh, dat is het gewoon. Ja. Dus goed, we hebben dus dit jaar weer een nieuwe editie... Meer vragen, meer uh, wat speelt zich ook. Dat het ook met vriendengroepen echt lachen kan zijn... om met elkaar te raden van... ja nee, ik denk echt dat jij rustig aan moet doen het komende jaar. En dat soort vragen zitten er nu ook meer in. Dus ik vind het zelf wel uiteraard nog leuker dan, uh, dan die was. Ja, te gek. Nog even een, uh, een, een bonusvraag. Hè? Kijk, ik moet, ik moet even denken aan Bart Peters. Ik heb het al eens aangehaald. Het uh, is natuurlijk ook Sinterklaasperiode net geweest. Hm. Uh, die zei, uh, want die is van Dag Sinterklaas... Die zei van ja, ik was aan het schrijven over met mijn dochtertje naar het strand gaan. Uh, en daardoor had ik geen tijd om met mijn dochtertje naar het strand te gaan. <laughs> He, die, die soort van uh, trap van ja. ken, ken je die? Dat je bij wijze van spreken introspectie doet of habits hebt, gaat journalen. En dat je daardoor eigenlijk juist minder deelneemt aan het leven als een soort escape. Nee, ik heb dat niet vind eigenlijk dat ik nog wel wat meer zou kunnen journalen. Ja. En uh, vooral deze ja, weken we hebben we nu ook met vertellers dan uh, de topdrukte. Uh, dus dan merk ik dan toch dat ik denk, oeh, hoe gaat het? En uh, uh, ja, heel veel sociale dingen op de planning. En dan vind ik het altijd lastiger, zeg maar, om nou, mijn ritme met uh, goed voor mezelf zorgen goed te houden. Dus ik denk dat die goed is. Helemaal kijkend naar misschien de gemiddelde Nederlander. Uh, maar ik heb wel nog soms zoiets van, uh, het zou best meer kunnen. Dus ik... Ik heb dat stukje, die periode van too much, zeg maar. Uh, die heb ik gehad. En daarvan geleerd. Van oké, okay, een ochtendroutine van 2,5 uur. En een avondroutine. En journalen. Dat inderdaad, wat je net schetst. Uh, dat dat je tegen gaat werken. Dat heb ik ervaren. En daarom ben ik eigenlijk nu meer van. Het hoeft allemaal maar niet zo uh, staccato en, en rigide. Um, dus ja, ik, ik leef ook gewoon wat meer opgevoed. Ja. Dus ik vind, ik denk niet dat ik daar. Uh, uh, ja, te ver in doorslaan. Het enige is misschien dat uh, de mensen om mij heen die me kennen goede vrienden, sommigen introduceren, maar dan altijd aan een ander van, oh je ja, Bart is er, ja, die kan wel eens wel goede vragen, moeilijke vragen, zeggen ze dan wel vaak stellen. Dus ik word wel soms uh, al een beetje uh, bij anderen die dan nieuw zijn van, uh, en vooraf, uh, hoe zeg je dat, uh, warm gemaakt van pas op of, of let op. Uh, dus, dus dat, misschien dat ik daar in doorsla. Maar ook dat. Weet ik dat ze dat goed bedoelen en dat ik daar ook, uh, ook uh, soms dat niet kan doen. Ja. Dus. Yeah. Nou ja, anyway. Nee, not, nee, Niemand goed. is perfect. Ik, kijk, in het kader van moeilijke vragen zit er misschien ook een, weet je wel. Ik bedoel, mm -hmm. soms kan je... Uh, kan, kan de soort van... Uh, in, in boeddhisme zeggen ze... Your poison can be your medicine. Ja. Yeah. Uh, of your medicine can be your poison. Ja, precies. Zo bedoel je denk uh, ik. Dus, en, en ja, daar hou ik gewoon van om, om ook overal toch weer genuanceerd naar te kijken. Ja, ja. Ik denk, voor de meeste mensen zal gelden... dat ze te weinig hier aan doen. Ja. Eh, ik bedoel, de meeste mensen die zouden een uurtje minder... op een scherm kunnen zitten. En ja. Als je dat hiermee gaat invullen, ben je eigenlijk alweer ja, ja, veel beter. Al is het vijf of tien minuten. Daar hou om, ik heel erg van, om te zorgen dat je het leuk maakt. Waar we het net eerder over hadden, weet je wel. Van, Het maakt niet uit hoe je, hoe je schrijft, of hoe je reflecteert... of hoe je gesprekken aangaat, als je het maar gewoon leuk houdt. Hetzelfde ja. geldt met sport, hetzelfde geldt met voeding... Dus daarom hou ik wel van die intermittent lifestyle. Van oké, okay, ik begin er nu een beetje. iedere dag een chap te schrijven. Uh, drie weken lang uh, ben ik er wel een beetje klaar mee. Ja. Dan stop ik er even mee. Ja. Dus dat is wel een beetje. Uh, ja, wat ik. Uh, hoe ik het doe. En ik hoop ook uh, dat heel veel mensen dat uh, gaan doen. Ja, toch gek man. Um, ik zet deze persoon neer. Dan, hm. dan hebben we een mo mooier decor. Ah, thanks voor de the... laten um, zien. Zullen we gewoon. Uh, ja, lachen. Skin in the game. Ja man. Let's do it. Ik uh, zal het wel eventjes pakken voor je. Ja. Interessant, Eddie. Jouw ja, jaar dan, hè? <laughs> ja. Hoop mij nou ja. ja. Nou ja, ik ben er bijna een beetje beduusd van of zo, wat er dit jaar allemaal gebeurd is. Hoe voel je je nu, schaal van 1 tot 10, als je gewoon nu op dit moment... Nou, ik denk een 4. Ja? Nou ja, misschien een 5. Kijk, wat het is als ik zeg maar helemaal in het moment zit... Dus het is zeg maar nu een 4, want ik ben daarin heel letterlijk. Ja, ja. Uh, omdat je nu dan vraagt naar mijn jaar en denk ik, oh god, weet je wel. Ja, ja. ja. Het maar is... wij spreken het daarvoor nog even een 7 of een 8, omdat we dan gewoon praten over toffe dingen. Ja, precies. Snap je dus? Als je je, je hoofd ja, even los? Ja, van, ja. Ja. ja, Maar ook dat helemaal in cijfers soort van bij jezelf inchecken, dat komt natuurlijk ook een beetje door chapters. ja. Ja. Um, ik denk gewoon mooi is, daar hoeft ook verder niks mee, weet nee. je Want Het is gewoon meer van, nou oh, wat is het nu? Ja, het is die graadmeten, een beetje je temperatuur opnemen van, uh, ja. zit het goed of zit het hoog of zit het te ja. laag? Nou, dan weet je dat je daar niet te lang, uh, denk ik, in moet gaan zitten. Nee. Ik pak even ronde 1 en 3. we hebben dus nog meer, maar dat is dan uh, leuker in, in groepen. Uh, ja. Dus de ronde 1 laten we daarmee beginnen, lijkt me. wat terug, terugblik vragen. En daarna kunnen we vooruitblikken als we daar nog zin en tijd in hebben. Okay, okay. Kijk, weet je wat het ook is met dit? Dit is gewoon een mooie tool. Zelf, uh, ja, neem ik dus ook vaak als ik met mijn vriendin ga eten, neem ik uh, relatiespel mee. En, mm -hmm. Dus ik doe dat wel alleen, er zijn, niet, er zijn regels, maar gooi die vooral lekker overboord. En En ja, ik zou ook tussen ons willen zeggen van ja, dit kan, kan ons helpen om. En bij de vraag hoe was je jaar, dat is gewoon dat je denkt: wow, overwhelming. Maar Je zit dus gewoon wat specifieke vragen in, waardoor je dus vanzelf wat meer inzicht in je jaar gaat krijgen, dus nou ja, ja goed, we hoeven we niet op te spelen? Want zijn er best wel veel ruikt, ruikt, Ik hou echt van dit soort ja, dus ja. Ik, ik weet niet of het nou chemisch is of niet, maar nou ja, als het goed is, niet we werken nu met uh, hele nee, fijne het ruikt, partners ja, het ruikt die gewoon uh... fresh, ja, ja, nieuw. Um, ja, ik weet helemaal niet uh, hoe het werkt. Dus we ja, dan, dan maar ja, het is gewoon een kaartje, steken, man, dus uh... Ik vind het wel leuk om een beetje die uh, het soort van het universum te laten kiezen. Dus uh, pak wat, zou ik zeggen. Pak ik er ook een? Dan kan je me rustig lezen, misschien uh, in de camera houden of zo, of weet ik veel. Wil jij me uh, gewoon voorlezen? Begin ja maar. Uh, er staat hier voor wie heb je bewondering gekregen? Het afgelopen jaar. Dus hè. Ja. Dus dat is uh, oké. Okay. Um, hmm. Ja, dat moet ik even bij inchecken hoor. Dat mag. Je kan ook altijd nog uh, passen en pasen. Dus als je denkt, nou... Nou, ik, ik, ik weet eigenlijk het antwoord wel. Het antwoord is Anne-Marie. Uh, dat zegt uh, de luisteraar misschien helemaal niks. Totdat ik de, misschien de kleine monnik zeg. Zij heeft uh, drie boeken over persoonlijke ontwikkeling. Uh, of ze is nu bezig met haar derde. Cool. En de kleine monnik is eigenlijk... Ja, gewoon een beetje een Lord of the Rings-achtig verhaal. Een soort Reis van de Held-achtig verhaal. Vet mooi geïllustreerd. Ja. Um, ja, over eigenlijk gewoon de reis met jezelf. Dus je leest gewoon een soort sprookje, maar. Over persoonlijke ontwikkeling, ja. een soort van. Over... En ik ontmoette haar in het jaarprogramma van Alex van der van Special Rebel. Dus ik zit in de marketingmasse. Is dat allemaal dit jaar gebeurd? Ja. Jij ja, doet ook wel veel, hè? Van uh, ja. mannengroepen, dingen, ja, chapters ja. en. Uh... Ja, ja. Okay. Ja, nee, grappig dat je dat ook zegt. Dat is ook wel uh, interessant. Ja. Nou ja, ja, dat is meteen al een soort inzicht van. En zij uh, zat in mijn pot, dus zeg maar in mijn groepje. Mm -hmm. En nou, wij waren allebei een soort van halve autisten en gekkies. En ik heb heel vaak een typisch Eddy gehoord, weet je wel, en, en zij heeft dat ook. Mm -hmm. en toen maar wat bedoel je een typisch eddy? Nou, dat, ik bedoel, heel veel mensen van oh ja, dit is de manier waarop je onderneemt. Of oh ja, jij bent een beetje zo en zo heen. Maar ja, we hadden een evaluatie in het groepje en toen zeiden mensen ja, die Eddie die is echt niet te pijlen, weet je wel? Gewoon, ja. kijkt hij door je heen of is hij in zijn eigen wereld? Oh, ja. um, is hij een beetje een soort van stil omdat hij bot en koud is of omdat hij gewoon verlegen en lief Lijf is? Het, ja. En uiteindelijk ja, is dat bij mij wel vaker zo dat mensen zo'n soort niet te pijlen. eerste indruk en zij zag mij dus meteen soort van jij bent een soort van oh, Koole dude, weet je wel. En toen is het eigenlijk een beetje zo gegaan dat we eerst in dat groepje gingen werken. Toen werd zij mijn klant. Uh, ook nog. Toen um, kwam ik een beetje in The Dark Knight of the Soul. En toen gingen we daar een beetje over praten. En uiteindelijk in het kader van Vision Board zei ik van ja, ik zoek gewoon een PE. Maar die dan ook echt. Um, ja het gevoel geeft van een soort compagnonschap en een soort maatschap en niet uh, alleen maar van doe dit doe dat doe ja en toen ben ik ja uh, is zij zeg maar onboord gekomen en dat gaat echt met een superflow via Anna Marie dan of... ja dus zij is, zij werkt nu voor mij cool. en um, ja die de, daar heb ik wel heel veel bewondering voor van de hoeveelheid uh, Boxes uh, die zij checkt, weet je wel? Van, oh, mijn zaak gaat erop vooruit. Uh, je hebt een, een spanningspartner, je kan je kwetsbaar opstellen. Sowieso, hoeveel zij doet. Ik bedoel, even drie boeken schrijven terwijl je ook nog in drie uh, bedrijven werkt. Ja. Ja, dus dat is, dat is mijn antwoord. Ja, mooi. Ja. Hey, en dan terug over dat stukje veel doen. Want je vroeg mij net, he, de, de, ja. de poison is ja. de medicine of uh, andersom. De uh, medicine is de poison. Is dat ook eigenlijk iets wat je een beetje tegen jezelf vraagt dan? Denk je? Ja, kijk. Ik, ik heb wel echt. Uh, ook wel uh, ja, geleerd van mijn, van mijn ex eigenlijk. Mm -hmm. Want. Uh, ik heb, nu we dit opnemen. vijf dagen geen relatie meer. Nog niet eens. Ja. Alweer? Um, tweede keer? Dit ja. Van dezelfde. Ja. Dus, ja, elke dus keer als ik jou zie, dan is het net. Een... <laughs> daarom? Hè, dus, dus da Daarom zei ik ook van. hé, hey, ik zit best wel in zwaar weer. Want. Ja. Ik heb me zeg maar echt, ja, met, met trillende beentjes soort van gekozen, maar wel van ja, dit is wat ik wil. Ja. En dan ga je ervoor en dan, <clears throat> ja, ja. Dan, dan, dan lukt het opnieuw niet. He, dus, dus van de ene kant zit er ook een stukje overgaan van ja, weet je, wel, heeft dan wat I've heeft dan, zo Ja. Maar ook een stukje je controle, je, het maakbare, dat je, ja, kut, iemand anders beslist voor mij. Of... Ja, ja. Dus um, nou, daar zit ik een beetje in. En um, van haar heb ik wel geleerd, of toen viel het kwartje, het, het begrip toewijding. En um, ik vind dat ook wel een mooi woord van als je bijvoorbeeld kijkt naar de Oosterse vechtsport, weet je wel, van je bent dertig jaar in de leer als samurai uh, vechter. Of je bent dertig jaar te vinden in een klooster als. Uh, nou Ja, als uh, jezuïet of zo, maar waar het mij om ging is van mijn kwartje: viel echt van ja, ik doe heel veel, um, maar ik doe liever één ding heel veel ja. dan heel veel verschillende dingen. Ja. En, en dat uh, ja, voor mij gold inderdaad van: ik, ik heb dit jaar in een mannencirkel gezeten, dat was uh, kwartaallijks een dag live en dan ook nog tussendoor. Uh, een avond Zoom en dan nog wat opdrachten per kwartaal dit zeg maar. Ja, dus een soort van ja, dus, je zou okay. kunnen zeggen acht gatherings per jaar, waarvan de helft online. Ja. Ja, en dan heb ik nog op meerdere plekken familieopstellingen gedaan. Dan heb ik dus. Hoeveel keer dan, als je nagaat? Uh, dit jaar drie. Drie keer. Okay. Ja, en dan heb ik een marketing mastermind gedaan, wat dus ja ook iets van zes of zeven gatherings was. En dan heb ik uh, bij een meditatie, zeg maar, spiritueel leraar gezeten. waar ik ongeveer 20 of dertig keer mee heb coaching gehad op Zoom. Ik heb van een uur of zo. Ja, dan? Okay. dan heb ik uh, iets van tien sessies relatietherapie gehad. bij twee verschillende therapeuten. Ja. Dan heb ik uh, bij breadwork groepen gezeten. Dan ben ik gestart met Yin Yoga Nidra. Dan ben ik zeven dagen per week gaan sporten. Ja. En dan ben ik dus iedere dag gaan journalen en ook nog een cursus van 200 uur van Joe Dispenza. Hmm. Uh, om ja, eigenlijk een soort van uh, echt uh, op het diepste niveau ja, jezelf te herprogrammeren. Her ja, als ik het zo opnoem, Sorry, ja. naast het feit dat ik een online opleiding heb gelanceerd. En, uh, en twee keer liefdesverdriet en uh, ja. business en nog een ja, en dochtertje dan ook nog, uh, van haar die, waar je ook een bal mee hebt. Ja. dus eigenlijk een soort dubbele... Ja. En ja, dan ken ik je verder nog niet goed genoeg. En dan was ze ook nog een hond, weet je wel. Uh, die je ja. heel, heel vaak heb uitgelaten. En, en ook met vrienden toch eerder dit jaar. Ja, en, dan, en dan, ja, bedoel, dat, dat hou ik een beetje een soort van discreet. Maar ja, nee. iemand in mijn familie, die, uh, die kreeg ook medisch ja. Ja, heel slecht nieuws. Um, oh, zo, dat, is, uh, dat uh, ja. Dus dat was wel gewoon dat ik denk van, ja. En hoe voelde al die, als je daar nu op terugkijkt, hoe voelde dan al die, laat ik het zeggen, persoonlijke ontwikkelingsdingen doen. Uh, heb je daar met de kennis van nu, zou je dingen anders uh, aanpakken? Nou ja, kijk, het, het grappige is op een gegeven moment ben ik dus gaan zeggen ik ga staan. En uh, staan betekende letterlijk opstaan. Dus minder anderen zeg maar hun verhaal of hun uh, situatie podium geven. Mm -hmm. Want ik neigde ernaar om in de podcast dat te doen als business coach. Eigenlijk altijd van. Een soort van gegevende... jou, jou in je kracht zetten, weet je wel? Uh -huh. uh, jou faciliteren. En in de relatie, als, als het van, ja, van mijn kant uh, belicht wordt, ook. Nee. Hè? Dus, dus wij spreken. Zij was bezig met een boek. Ik was bezig met een online opleiding. Nou, in dat geval, ga jij dan maar nu je boek schrijven? dan ga ik wel boodschappen doen. Hè? Ja, dus, precies. Dus. Is dat dan, zou, dat, zou je dat plezend kunnen noemen? Zeg ja, maar, ja absoluut. Ik heb ja. ook het boek gelezen, The Nice Guy. Dus dit staat nog los van het feit dat ik twaalf of veertien boeken helemaal oh. heb uitgelezen. Oh ja. En het staat ook nog los van het feit dat ik cold turkey gestopt ben met alcohol, uh, cafeïne, uh, 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 koekjes en... Uh, ook, roken en... Uh, I don't know, ja, best wel extreem als je ja. het zo belicht. Maar van de andere kant, we hebben het ook over een jaar. Ja. En ik heb ook gewoon vaak genoeg uitgeslapen. Uh, ik heb ook vaak genoeg weekends. Ja, ik ben ook nog, denk ik, dit jaar 200 keer naar de sauna geweest. Ja, <laughs> ja, nee, ja. Maar dat zat gewoon aan mijn sportcomplex vast hoor. Dus dat moet je ook niet te spannend maken. maar... Nee, ja, ja. ja het is interessant. Toch? Maar ja, ja ik, ik denk wel van. Um... Maar de vraag van wat met de kennis van nu? Zou je... Nou, dan zou ik. Ik zou nu, ik zou nu zeggen van. Uh... Nooit een, meer journalen. Een, nee, nee, <laughs> ja, nou, ja, nee, nee, dat ben ik dus ook gaan doen, want ik, ik heb heel chapters vol. Ja, ja. Nee. Um, ik zou nu zeggen: van. Um, het mag vanuit een iets andere intentie komen. Hè? Het was een soort van: ik ben niet af. Ja, precies. En het kwam ook wel een beetje voort vanuit: uh, ik moet me beter voelen. En toen had ik gisteren gewoon een hele leuke dag met mijn mastermind groepje. Ik heb gewoon een paar keer echt helemaal een scheur gelegd en dacht ik, ja, Heerlijk. je hoeft ook niet zeg maar om je goed te voelen, nee. alleen maar te lopen voelen. Nee, precies. Of alleen maar te lopen onderzoeken. Ik vind, ken je Anthony de Mello? Dus, ja, van naam? Wat, wat? Ja, het is een uh, Jezuïtische priester, psycholoog, nou mix. Maar ja, ik vind ja. zijn schrijfstijl, ik vind het heel lekker. Hij is echt van, nou ja. Beetje, kom op. Een beetje, nou ja, Emiratenband wil ik niet zeggen, want dat, is, dat geeft mensen ook niet echt een goed beeld of jou. Maar anyway, hij heeft een boek met een goede titel: Stop Fixing Yourself. Mm -hmm. En daar moet ik nu aan denken als jij dat zegt. Weet je, ja. van, uh, ja, je bent gewoon goed. Je hoeft jezelf niet te repareren. Het gaat om, wat hij ook zegt, bewustzijn. Gewoon zijn. Ja, mooi. En dat is ook waar al die, deze tools die ik probeer te maken op een leuke manier daartoe leiden. Gewoon bewustzijn. Ja. Door vragen te stellen word je bewust van... Oh ja, waarom ben jij... waar komt dat plezierende gedrag... Dat gaat er bij mij in mijn hoofd. Denk, oh, hoe zit het dan met je ouders en je familie en zo? Nou, ja. Heb je ook familieopstellingen gedaan misschien? Heb je daar al wat inzicht in? Um, maar ja, dat stukje bewustwording... daar gaat het meer om dan... ik ben niet goed genoeg, ik moet dit, ik moet meer voelen... Ja. ik moet meer zo, ik moet ben blijer zijn... Ik moet, dat, 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 dat is allemaal gevolg meer, denk ik. Ja, nou ja, kijk... Um... Ik denk dat het mooi is om, uh, om, om de volgende vraag te ja, gebruiken is... om, om, om verder verdieping te zoeken. Ja, cool. Zal ik hem, omnoemen? of wil jij nog eentje? Maar... Nee, ik vind, vind het leuk om je ja? een vraag te stellen. Dan kan je even rusten, ja. uh, Terug ook op, op het afgelopen jaar. Wat is iets dat je hebt meegemaakt, of waarover je hebt nagedacht, maar dat je met niemand hebt gedeeld? Oeh. <laughs> ja, dat is een beetje stom, maar. Dat ligt nu bij je. Daar heb ik heel lang over verzwegen, mijn boek. Omdat ik het toch dacht, oké, okay, ik ga het eerst echt doen. Want ik zeg eigenlijk al acht jaar dat ik een boek aan het schrijven ben. Uh, acht jaar geleden heette het Fuck Druk. Omdat ik vond dat iedereen te druk was. Uh, maar dat is het uiteindelijk uh, nooit af, afgemaakt. Dus daar heb ik wel over verzwegen. Uh, ja, totdat eigenlijk tweeënhalve uh, maand geleden de versnelling erop kwam. En nu zie je uit. Dus uh, dat zou er één zijn, denk ik, wat het eerst in me opkomt. Ja. Ja, dat is een kort antwoord. Ja, ik heb verder niet echt dingen meegemaakt. Uh, wat ik niet heb gedeeld. Want ik ben eigenlijk wel een heel erg deler. Mm -hmm. uh, praten is voor mij ook gewoon een therapie. Ja. Uh, of ik doe dat met mezelf, uh, schrijvend. Ik doe het met goede vrienden. Ja, en ja, met mijn vriendinnen ook heel veel. Dat is gewoon ook mijn manier om. Uh, ja, maar gewoon goed en chill te voelen. Ja. En, uh, ja, dit jaar wel mooie complimenten van mensen die ja die dan heel vaak zeggen en volgens mij heb jij dat ook gezegd maar anderen dat ik dat meerdere keer hoor van ja je bent altijd zo chill en zo relaxed zo'n mm. fijne vibe dat ik denk ik oké okay, nou top weet je dat, uh, ik doe dat niet expres ik ben niet ja. van ik sta niet op van nou ik ga vandaag mijn best doen om uh, mijn expres zo leuk te doen dat iedereen me chill vindt of zo het is gewoon ja de manier waarop ik mijn leven leid denk ik dus ik denk eigenlijk dat ja deze vragen dat mijn antwoord zou zijn en anders ja ik heb eigenlijk al ik deel alles wel ik is bewust juist wel ja dus, wil je er nog een pakken? Ja, is goed. Ja, ook dan, hè? Ja, nee, maar het is meer dat ik denk van... het ja, was een kort antwoord. Nee, dan ik, ja, dan heb ik mazzel. <laughs> Zo gaat het ook. Oh, dit is... Uh, kan je zelf een vraag opzetten? Dat wordt het niet. Oeh, oké. Okay. Terugblik op het afgelopen jaar. Wanneer was je de beste versie van jezelf? Nou, dit jaar heb ik ook met... Uh, ja, met vertellers, met werk dan hebben we een behoorlijke... Uh, nou, behoorlijk een andere manier van werken ingeslagen. We zijn ooit dus begonnen, wat ik al zei, van hey, crowdfunding, super snel gegroeid. We gingen heel snel naar andere landen toe. Want ik dacht, ja, think big, weet je wel? Van die hele ding van als je hoog inschiet, kom je iets lager uit, maar dan zit je nog lekker. He, je gebruikt vaak dezelfde capaciteiten, bijvoorbeeld door nou, één, één land of één ding te doen. maar ja, je kopieert dat en hey, je vertaalt dat naar andere landen. Dan wordt de, de, er komt er meer moeite bij, maar die is niet zo hoog als de eerste keer die moeite doen. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, dus nou ja, dat ging in het begin uh, voortvarend. Het, ja, het is gewoon inderdaad net zoiets van, eerst moet je nadenken, wat zet ik op mijn website? En ja, vervolgens moet je hem het ook gewoon... nog een keer in het Nederlands schrijven, maar dat is natuurlijk minder werk dan uh... Ja, en dan in het Engels en dat kopiëren, exact, dus ja. dat, uh, dat stukje. Uh, dus dat ging in het begin ja, voortvarend en uh, win mee. Uh, ja, en op een gegeven moment wordt het toch gewoon te lastig, ook omdat ik en mijn compagnon, we zijn niet... Wij willen niet inboeten op ook onze manier van leven, uh, omdat we er echt voor de lange termijn ook in zitten. Ik ben niet iemand op korte termijn. We gaan voor een exit binnen twee jaar en ik ga uh, twaalf uur per dag werken en uh, dat soort dingen. Dus uh, we hebben gewoon de keuze moeten maken dit jaar van: oké, okay, we gaan weer iets meer focus aanbrengen. Dus meer focus op Nederland en uh, in Duitsland in plaats van op uh, tien landen tegelijk. Uh, ja, meer focus op productcreatie. Uh, en ja, een klantbeleving. En ja. eigenlijk gewoon die twee dingen en heel veel dingen nee zeggen. Uh, dus wanneer ik de beste versie van mezelf was, was eigenlijk een beetje halverwege het jaar. Toen, nou we zijn ook, we hebben een andere producent. Wel grappig dan als je een uh, moment van focus en versimpelen kiest. En dat je echt, echt die tips volgt die je wel eens online leest. Of uh, die bijvoorbeeld in, uh, in de helderheidplanner weet je wel van... Stel echt max drie prioriteiten. En je mm -hmm. gaat echt voor die ene. En de rest zeg je gewoon echt nee tegen. Als je dat dan echt gaat doen, dacht ik echt van: holy shit, dit is zo chill om zo te werken. Mm -hmm. um, dus dat was ook een periode dat ik, uh, ja, iets minder spontaan misschien was naar uh, afspraakjes, vrienden, dingen en zo. En ik hield daar nog wel ruimte voor over, zeg maar, een beetje 70, 30. Uh, maar voor mijn doen was het veel meer focus. En ik moet zeggen dat ik me echt super lekker voelde. Dus uh, die periode van, nou ja, op tijd opstaan en uh, een klein workoutje thuis. Uh, zwarte koffie, pam. En dan gelijk aan, uh, aan een productcreatie zitten. De eerste drie uur van mijn dag, waarin ik me gewoon mentaal lekkers voel. Um, ja, dat was gewoon heerlijk. En uh, ja, dat, dat weer even dit jaar goed te hebben ervaren, dat uh, wil ik echt wel meenemen. Dus hiervoor was het ook mijn rol was wat meer. Ja, management, CEO spelen mm -hmm. en dat, dat, dat. Maar nu was het gewoon, ik maak dit product, daar heb ik zo lang voor en we gaan het gewoon doen. Heb jij wel eens essentialisme gelezen? Nee, nee. maar ik ken wel de, nou nee, ja, goed, nee. Ja, nee, ik, die krijg je wel van mij cadeau. Also, <laughs> nee, want die geef ik aan al mijn klanten. Ah, cool. En uh, nou, als we binnenkort even in een confidence zitten, dan neem ik die mee. Ja, is goed, leuk. De, um, want dat, dat is dat... gewoon de gedachte van minder maar beter. Ja, exact. En die dingen weet ik, wist ik, probeerde ik. Mm -hmm. uh, maar dit jaar echt gewoon nou, bijna zelf met mes op de keel van gozer. Nu gaan we het een keer echt doen. In plaats van weten hoe het moet en het een beetje toepassen. Uh, dus ja, en dat is misschien ook wel wat ik nu... Jij zegt het net, ik moet denken. Ja, jij hebt ook niet per se minder doen. Of nee, wat zei jij? Meer doen en minder. Door minder te doen, meer doen. Minder, maar beter. Ja, ja precies. Ja, ja. Dat is bij jou ook, denk ik, waar we net over die ontwikkeling veel doen. Dus dat blijft ook wel lastig. Soms vind ik zelf ook, als, want je bent misschien enthousiast, je krijgt de ja. kansen toegereikt. Er zijn, ja, dingen voelen toch wel shiny. En bij ons met werk ook, dat je denkt, oeh, deze persoon wil nu iets of wil dit van ons. Ja. Dat is, toch, is dat interessant? Maar daar heb ik gewoon helemaal nee tegen gezegd. Mm -hmm. En uh, ja, dat werkt gewoon heel goed. Dus ook daar wil ik dan weer niet doorslaan. Dus ik zit nu ook weer in een periode van een beetje rust en lucht en kijken van oké, okay, uh, hoe of wat. Maar ik weet nu wel dat ik dit uh, zeer korte termijn weer uh, ja, die beste versie van mezelf op die manier wil worden. En uh, ja, focus aan te brengen en ja. inderdaad minder te doen. Te focussen op uh, nou ja, mijn uh, zeer naaste uh, familie, zeg maar. En uh, focussen op, echt heel specifiek, op wat wil ik maken, wat wil ik creëren met vertellen vertellers. Ja. Waar veel mensen wat aan hebben. En dat gewoon doen en verder niet. Ja. Dus, uh, nou ja. Ja, nou ja, ik. Um, Ken je daar iets in voor jezelf? Or? Ja, kijk, weet je, ik. ik um, mijn geheimpje wat ik. Ja, wat ik ook al een tijdje roep is: er komt een boek en zo, maar. Ik heb eigenlijk twee thema's in mijn hoofd. Uh, het ene is buiten gewoon binnenkomen om gewoon eigenlijk een boek te maken van mijn methodiek. Maar het andere is een. Wat gelaagder werk, wat misschien ook iets spiritueler is. en wat meer persoonlijke ontwikkeling. En dat heet de zandloper. En dat is echt een concept. wat me gewoon is ingevallen, want ik heb het nog niet ergens anders gezien. Maar de zandloper is eigenlijk. Ja, een symbool voor het thema tijd. Mm -hmm. En tijd. Um, betekent dat je. de tijd niet kunt beïnvloeden. Um, maar je kunt wel zien. of het de timing is voor iets. En um, wat jij nu beschrijft van. Wat ik afgelopen jaar zeg maar, privé heb gedaan, echt die breedte pakken. Weet je wel, mm -hmm. van ik ga dit doen, dat doen, dat doen. Ja. Um, wat zakelijk helemaal niet zo was trouwens, maar het is zo dat je, als jij bij wijze van spreken net uh, een kind bent, dan neem je zo'n muziekabonnementje bij de muziekschool dat je alle instrumenten mag proberen. Ja, precies. En dat is ook heel goed, want je zit dan nog niet op een plek nee. dat je kunt concluderen wat wel niet leuk is. Ja. En. Op een gegeven moment zijn bepaalde dingen die vallen gewoon af. En dan, dan, dan kom je dieper in die zand lopen, dan kom je meer naar het midden. Ja, dan kom je vanzelf op een plek dat er een versmalling optreedt. Ja. En die versmalling zorgt ervoor dat de dingen afvallen. En dan ja, kom je tot een punt dat er één ding door, door het plafond gaat. En dat is dan bij jou het kaartendekken van vertellers geweest. Mm -hmm. Als je het zakelijk bekijkt. Ja. En, en daarna dan ga je weer de breedte in. Dat zie je bij jou ook gebeuren. Want dan ja. komen ineens meer producten weer. Ja, nou wij gingen dan voornamelijk naar in de breedte voetballen qua landen. Dus uh, ja. uh, expansie. Ja. En nu zetten we juist meer focus, wel qua productlijn, maar uh, ja. wel echt voor, voor de fans. Uh. Ja, maar het is meer om aan te geven van het is oké okay dat je in een bepaalde ja. fase heel erg de breedte ingaat. Ik vind dat mooi mooi beschreven. Zeg, met zo'n handlopen voor. Ik denk ook heel erg waar. Ik denk ook als we het net over hadden, over die ochtendroutine van mij van tien jaar geleden. Ik heb een beetje een achtergrond uh, op hoog niveau voetballen, uh, hoog niveau gegamed. Dus daarin wilde ik altijd al, weet je, het, het, het beste doen. Dus al vrij vroeg van hoe kan ik beter zijn, hoe kan ik beter zijn? En dan ga je heel veel dingen inderdaad proberen. Um, en nu. ...merk ik dat ik gewoon weet wat bij mij gewoon ook past. Weet je, ja. Niet alles past bij iedereen. Niet iedereen heeft baat bij keto. Eh, qua voeding eh, heeft baat bij de, deze. Het is toch per persoon zijn we verschillend. Ja. Um, en dat is denk ik een mooi onderzoek altijd. En je wordt ook weer ouder, je krijgt weer andere behoeften... ...om te kijken, nou ja, wat is dat stukje zandloper in het midden? Dus af en toe moet je inderdaad weer wat verbreden. Ja. En dan denk ik dat ja, bij mij helpt dat reflecteren of praten... En dit soort gesprekken help je gewoon om te denken, oh ja, hier neem ik wel wat van mee. Ja, ik doe ook wel misschien iets te veel dit of dat. En waar zou ik, als ik moet ja. kiezen, dan kies ik hier en hiervoor. En dan ga ik daar lekker komen, ja, door. Ja. Dus weer terug op zo'n jaarplan maken. Dat is gewoon een momentje om dat even te doen. Die breedte van, oké, okay, too much. Hoe maak ik het weer wat uh, meer? Ja, maar, maar het is dus ook gewoon, ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen, les is niet altijd mooi. Weet je wel? Ik bedoel, soms is het gewoon goed om juist... Ja heel breed te oriënteren Zeker. Uh, om je ervaring op te doen... en ja. uh, jezelf te leren kennen. Um, even kijken hoor. Zal ik hem doen? Ja, ja, tuurlijk. Uh, waar kijk je op terug, denk het, Ik kan niet geloven dat ik dat heb gedaan. Um, uh, ja, ik heb natuurlijk ook nog... Welke uh, van de honderd dingen? Nou, ik dit heb jaar ook, ook nog een truffelseremonie en een cacao ceremonie gedaan. <laughs> okay. um, Vet. En dat was wel ook gewoon. Uh, met, met wie? Wat voor setting? Ja, gewoon met, met een beetje een soort bovenin een Amsterdamse grachtenpand. met iets van acht uh, mensen. Oké. Okay. Uh, in, in, met, met een coach of met vrienden? Ja, of, nee, ziet? met een coach. Oké. Okay. Um, en dat was eigenlijk ook een beetje een stretch. Want ik durfde dat gewoon echt niet. Maar ja, mijn uh, toenmalige vriendin, uh, moet ik zeggen. Ja, die, die ging dat gewoon doen. En ik ik dacht ja weet je wel fuck it het is, het is gewoon now or never was het, kwam dat vanuit je plezierende ik of kwam dat ja. Okay. nou ja maar het is wel ik zeg heel snel ja maar het is eigenlijk ook eigenlijk ook wel nee omdat soms heb je gewoon een trekhaak nodig weet je wel gewoon um, iemand die je even Zeker. die je aan de hand neemt van uh, we gaan safe. dit gewoon doen ja, ja. en ik zeg niet dat ze me aan de hand nam maar ik dacht gewoon ik blijf niet achter dus ik ga mee Ja, en daar zat zoveel weerstand op dat er eigenlijk heel weinig gebeurde. Um, ja, je had het klepje, zoals ze zeggen, had je goed uh, dicht kunnen houden. Ja. Yeah. Dus alleen, um, het is niet zo dat ik inhoudelijk met die ceremonie nou echt echt van... wauw, wat gebeurt er of zo? Mm -hmm. Ik had dat wel met een ademsessie in de mannencirkel... waarin ik uh, een soort wedergeboorte kreeg. En dat is een mooi opstapje naar wat ik nooit had gedacht is... Dat ik dit jaar al um, letterlijk zou gaan opstaan in de vorm van naast één op één coaching voor een groep. En dat eigenlijk het moment dat ik dacht, ik ga ervoor, terwijl ik er al een paar mails over gestuurd had en er gebeurde niet heel veel, ik op een gegeven moment gewoon dacht, ja, ik moet gewoon gaan staan, weet je wel. Um, op een gegeven moment wordt de leerling leraar. Ja. En ik weet nu zoveel over positioneren op iedere laag, weet je, wel, op de laag van marketing, maar ook op de laag van families. Hè? Van wat is je plek in het systeem? Ja. Dat ik dacht, het thema je plek en jezelf goed presenteren vanaf die plek, ja, dat is gewoon mijn ding. Um, hè, hoe kom je buiten gewoon binnen? En toen weet ik nog wel dat ik vorige week, of twee weken geleden, de telefoon pakte op dinsdag en ik bel zeven mensen op. En alle zeven zeiden ze meteen ja. Weet je wel? En dan hebben we het niet over... kom je naar mijn seminar van een tientje... maar dan heb je het over een programma van 2.500 euro. En toen dacht ik van... ja, die had ik zo niet zien aankomen. Hè? Dat ik daar met die Annemarie ook meteen een soort PA had. Dus die was na aan het denken over de goodiebag... waar Vertellis lekker ook in terugkomt. Maar in één keer was het... Oké, okay, ja, dan komt dit er en dan komt dat er. Hè? Want ik ga het expres nog niet zeggen voor de mensen in mijn programma... maar er komen dus nee, leuke ja. dingen. Ja, vet. En in één keer was het gewoon zo van... klik of zo. Ja, locatie. Uh, een klein team, weet je wel. Gewoon drie mensen die me ondersteunen. Uh, een kok in die gaat koken. Uh, en ik denk, wow, wat gebeurt er ineens allemaal, weet je wel? Ja. Ja, dat is wel cool. Dit, ken je Michael Singer? Ken je die? Ja. Ja, die, zijn boek, de, het overgave-experiment vind ik heel gruwelijk. Ja. En ja, wat je nu beschrijft klinkt een beetje ook moet ik aan denken van als je echt leeft vanuit, nou ja, overgave. En dan flowen dingen om je heen waarvan je denkt, nou, ik, ik dien een beetje ja. wat er is en dat doe ik met je, hè, je je beste ik, je beste ability of zoiets schrijft hij. Uh, en dat vind ik ook wel heel cool, als ik jou dan hoor, dan denk ik, ja vet man, ik denk dat dat ook een mooi is voor jou voor komend jaar om daar ja, nog meer mee vanuit die overgave gaan staan, zoals je zegt, maar ook dan ja, uh, ja, vanuit overgave dat durven aangaan. Ja, en, en, en timing is ook hier gewoon het ding, weet je wel, want ik kijk vroeger al uh, naar cabaretiers en uh, naar gitaristen. En ik, ik denk dat ik het beide ook in het heel klein geweest ben, maar... Het was gewoon de tijd niet. En, en nu sta ik gewoon op. En, en voel ik gewoon van. Het kost me echt niet zoveel niet, niet moeite, weet je wel. Ik bedoel, natuurlijk je bereidt het voor, maar ik sta er gewoon chill. Ik, ik voel niks in mijn buik. Uh, ja. Dus, nou ja, dat was. Uh, dat was wel echt eentje waarvan. Ik dacht, wow. Ja. Net naast dat ik een online opleiding gelanceerd heb, maar daarvan voelde ik al. Dat gaat wel echt lukken. Mm -hmm. um, want dat was voor mij iets meer comfort zo, ja. Dus uh, ja man, cool. nog eentje doen. Ja zeker, ik vind uh, ik vind het wel leuk. <laughs> ja. Nou oh. weet je, nee weet je, wat ik er nog even oh. in wil gooien. nou ja, ja. Nee, weet, wat ik er wel in wil gooien van, um, wat ik gewoon ook heb gemerkt van, het is gewoon heel belangrijk dat je iets doet wat heel dicht bij een blauwdruk staat. en mm -hmm. um, hoe wij hier nu zitten, wat jij nu dus zegt, en daar haak ik op in. Van, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk van. Um, het kost geen energie dit. Nee. Weet je wel? Dus ik heb heel lang in een soort conditioneringen geleefd van: oké, okay, dan kom ik zo over en dan doen we het ja, zo. Ja. Weet je wel? Dus dan was het inderdaad mijn eerste podcast. Was een koptelefoontje op en dan. Heel ja, goed doen. Uh, ja, 15 <laughs> vragen op het blaadje. En dan ja, duurt hij ja, ja. precies 59 minuten, want dat valt onder het uur. En dat is dan psychologisch. Oh, dat is Kort. maar een uurtje. Ja. En nu denk ik echt gewoon van... Ja, nou, ik zit hier gewoon, weet je wel. Ja, ja, ja. En dat, uh, dat wil ik even teruggeven. Ook omdat ik denk van... ja, ja. Ik, uh, ik zie echt wel voor me dat wij gewoon vaker zo gaan hangen. Ja, leuk man. Nee, ik uh, vind het wel mooi dat... Ik ben mezelf blij als ik terugdenk dat... Uh, ik werd vroeger wel rebels genoemd. Dat ik een beetje overal tegen aanschopte en zo. Van, van school uh, tot uh, dat, nou, het systeem, hè, de maatschappij. Uh, dat dingen ander, anders moeten. En uh, ik denk... Ja, een beetje daar in jezelf durven zijn. Dus ja, dingen doen die je leuk vindt. En gewoon denken, ja, leuk dat iedereen het op die manier doet. Maar ik ga rechtsaf. Ja. Is denk ik super mooi. Maar ik denk ik, dat, en dat ja. vind, ik, ja, vind ik wel mooi aan jou. Want daar heb ik echt bewondering voor. Dat jij acht jaar geleden dus dacht: van hé, hey, ik maak een boekje om mijn ouders beter te leren kennen. Een spel. Ja, sorry. Helemaal niet. Um, en ja, vervolgens hoor ik erin van, hey, dan moet je eigenlijk al best wel bewust zijn van je behoeften. Nou, dan was je best wel een jonge knaap om niet te bezig zijn met, met de buitenwereld of hoe kom ik over. Nou ja, dus bewust zijn, maar ook moed. Ja, ik, ik denk, en ik heb daar wel eens discussies ook over met anderen die dan wel een universitaire opleiding hebben gehad. Maar ik, voor mij heeft dat geforceerd door dat niet te doen om echt wel, nou ja, zelf, hè, zelfstudie, het leven als zelfstudie te ervaren. Dus maar, ik ja, had laatst tegen mijn vader voor de grap, uh, ja, ja, leuk hè, een boek uitgebracht, je zoon, en hij heeft nooit gestudeerd. Zei die, nou, mijn zoon die doet volgens mij al jaren aan zelfstudie hoor. Dus ik oh denk, ja, grappig, hij ziet dat zo, en dat klopt ook wel gewoon. Dus ik denk dat ik daar de ja, de, de muscle, want het is gewoon een stukje massel. Als ik wel aan boekenworm was, had ik misschien wel gestudeerd, dus dan was ik weer anders uitgekomen. Maar ik denk, uh, ja, eigenlijk ook al vanaf de middelbare school, dat ik echt dacht, ja fuck dit, ik wil gewoon zelf Ja, want dat vind ik wel leren bijzonder. En, 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 en weet je wel, Want ik wil niet in de voetstappen van mijn broer... en ik wil niet het zo moeten doen. En ik heb ook gewoon een beetje een hekel aan autoriteit... en mm. aan leraren en aan uh, zo moet het... en iedereen doet het zo, weet je wel. Ja. Hoe wij het nu doen is niet hoe het 50 jaar geleden ging... of 100 jaar geleden, nee. of weet je wel. En over 10 jaar, nou ja. Zo. Nou, wat ik er bijzonder aan vind, we hebben het net natuurlijk gehad... jij zegt time flies, hè? Ja. Ik zei timing, dus we hebben het, en we hebben het, over, het ja, en over het jaar terugkijken en vooruitkijken. Mm -hmm. Maar Miles Davis zei: You have to play a long time to be able to play like yourself. Ja. He, dus ik ben nu bijna 37 en ik denk: Nou, ik ga maar eens echt opstaan voor mezelf. Oh. Maar dat vind ik zo bijzonder aan jou. Van oh, oké, okay, je bent dus acht jaar geleden al, weet je wel, en op een plek geweest van: Ik ga die studie niet doen, ik ga mijn eigen weg. Ja, dat was daarvoor ook, nog. Ja, ja daarvoor ja, nog. Ja. En, en dan het bewustzijn erbij van: hé, hey, uh, ik ga een kaartspel ontwerpen wat past bij uh, mijn ouders beter leren kennen. Ja, ja. Nou, dat is misschien gewoon een compliment. Ja, thanks man. Nee, ja. Nee, leuk dat je dat aangeeft. Ja, je, je zei vorige keer ook iets van: dat ik niet echt een kant kies of zo, dat je dat ook in me zag. Van kleur kiezen voor iets. Weet, ja. weet je dat nog? Ja. Ja. Dat is ook toen daarna wel blijven hangen. Toen je dat zei ik denk, Oh ja, mooi dat je me zo ziet. Want het klopt ook wel. Ik ben niet. Ja, als iedereen dus links gaat, of dan ga ik juist een beetje ja, je, expres naar je, rechts. Dan ja. ik denk, ja jongens. Je versmelt niet zo makkelijk met, met, een, met een ideologie of een, ja. Of een trend. Of. Ja, en ik zou dat niet per se kunnen uitleggen. Dat komt hierdoor. Want het is gewoon een beetje een allergie die ik heb. Ja, nou ja, laten we er geen politiek gesprek van maken. Maar als je dan ook kijkt naar de politiek, ja, denk ik ook dat dat. Uh, Beter zou kunnen niet te versmelten met een ja. links of rechts en daar te ver en doorgaan en denk je ja jongens we moeten iedereen meekijken het is ja een, nou ja de gulden middenweg vaak denk ik van alles een beetje mm -hmm. maar ja goed wat um, gedachten daarin <laughs> ja ah, cool zal ik hem ja, wat, ja. wat is een van je beste aankopen het afgelopen jaar ja is misschien niet heel diepgaand of zo maar ik ben zeer blij met mijn uh, bidet. Ik heb een uh, voor mijn wc bril zo'n dingetje gekocht die je eronder kan klikken. En uh, dus uh, nu een straatje water uh, na mijn uh, uh, grote boodschap, zeg maar, uh, komt. En dat is fantastisch. Ik vind het zo chill. Het is eigenlijk zo gehoord dat we met z'n allen in, in ieder geval het westen altijd maar vegen. Uh, dus ik vind dat heel relaxed. Dus daar moet ik ja, ja, direct aan denken. Maar, maar, maar wat is er eigenlijk zo goor aan dan dat het minder hygiënisch is? Ja, je blijft altijd wat zitten je zit altijd een beetje te wrijven en zo. Dit is gewoon echt schoon. Het product heet ook Clean Bam. En het is ook gewoon ja, schoon daarna. Dus dat is tof. Ja, de, de andere landen, hè, in Azië meer, dus, ja, lachen ze ons echt een beetje uit dat we dat niet doen. Ja, dus dit dus jaar heb je je shit op orde. Ik heb zeker mijn shit op orde. Dus <laughs> uh, ja, dat was een uh, goede aankoop. Uh. Heb jij nog een aankoop die er binnen zit? Van... Nou ja, ik denk dat daar kan ik letterlijk en figuurlijk niet omheen. Ik heb een, uh, een Jeep Renegade gekocht en oh, dat is gewoon. Die witte. Ja. Oh, nice, daar sta ik naast. Oh, grappig. Ja, dat is echt gewoon dikker grappig. Ja. Maar ja, dat is gewoon. Uh, ik denk bij de achterkant was budget een beetje op, zeg ik wel eens als grap. Maar ik vind de voorkant gewoon echt super bruut. En weet je, ik ben misschien een soort van gevoelige gast, maar ik denk. Waarin jij niet soort van heel erg versmelt met links en rechts. Um, ben ik niet heel erg te vangen voor, ouders oh, dat is nou typisch een spirituele gast met reeltjesbroek. Of ja. juist, oh, dit is nou juist zo'n gewiekste ondernemer. Nee, ik ben gewoon iemand die keihard de hippel draait in een vierkante auto. en uh, met een beetje een laag geluid van de motor. Ja, ja. En daarna zet ik uh, cursus en wonderen op met een hand op mijn hart, weet je wel. Ja, ja. ja mooi. Dus dat ja. is ook wel je thema, toch? Want, ja, ga, wat was het? Ga staan of zo? Of, sta ja, op. ja. Mooi, want in die jaarplanjournal die je hopelijk gaat doen, denk ik het wel, jouw kennende, uh, is, ga je ook nadenken over je jaarthema. Mm -hmm. dus ik denk dat dit wel echt wel een mooi thema voor je is. En ook pas bij wat je nu zegt, dat je, als je echt gewoon voor jezelf gaat staan en als ja. dan is het hiphop met een, met een iets te ordinaire auto, vul ik in. Mm -hmm. uh, dan is dat ook goed, weet je. Alles mag en zijn, denk ik. En, uh, ja, ja en het grappige was, ik, ik ging toen twijfelen tussen de Jeep Compass en de Jeep Renegade. Ja. Ik heb erg weinig verstand. Ik heb nee, niks met de auto's. Ik ben mo nee, motorgek, dus dat is... Het. Maar, maar het grappige is, want het gaat ook eigenlijk niet eens over de auto. Oh. Want Compass en Renegade... ben je toen in de Jet-GPT gaan opzoeken. Naam, uh... Ja, en Compass ja, ging ja. over compassie. En dus oh, ja. rekening houden met de wensen van ja. anderen. Ja, ja, precies. Daar wil ja? je vanaf. En Renegade is rebellie. Van, precies. Ga staan en doe je fucking eigen ding. Ja, ja, ja. Dus ook in een familieopstelling kwam letterlijk naar voren... van pak die Jeep... En go out there ja. and do something great. Vet, dus het is voor jou eigenlijk ook een beetje een jaarthema. achter. Ja. Ja. Heb je hem uh, sinds kort, de auto? Of dit jaar gekocht? Ja, ja. ja, ja twee precies. maanden of zo. Ah, ja, vet. Leuk. Dus, uh, en uh, nee, ik wou zeggen, een aankoop onder de 100 euro? Iets kleins. Uh, Kleiners. Een aankoop onder de 100 euro? Chapters natuurlijk. <laughs> ja. Nee, grapje. Nou, onder de 100 euro moet ik heel veel goed denken hoor. Um, dat zal vast wel iets zijn een tool of iets? Uh, nou ja, uh, dan voor mij sowieso trouwens uh, ChatGPT abonnementje. Ja, nee? ja, dat, ja, absoluut. Dat, dat heeft ja. mij echt uh, het werken plezier ook onwijs hoog bij mij. Ja. Ik weet niet hoe dat bij jou uh, je zei. Literal. Ja, nou nee, ja, het, het is gewoon. Ik heb me ook gewoon laten coachen door ChatGPT. Ja. Weet je wel? Ja. Dat is ook wel, die die introspectie uh, valkuil, maar. Ja. ja. <laughs> ik heb gewoon een document uh, waarin mijn hele liefdesleven staat. Oh, wow. en, uh, en het is echt super interessant, weet je wel? Ja. Um, nou, dus, dus die aankoop deel ik en uh, kom even niet op een volgende. Nee, 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 dat is al goed, Helemaal goed. Oh ja, ik, uh, jij, moet. jij mag. Heb je ergens een uh, ja opgezegd waar je achteraf liever nee op had willen zeggen of vice versa? Ja, nee, dan komt er gewoon even iets concreets naar voren, maar het is wel heel belangrijk geweest. Um, ik had een klant en die was uh, bezig met een boek, een spirituele vrouw. Uh, ook echt wel een, uh, een methode en een stukje ervaring in haar, waarvan ik dacht: ja, dit is echt, uh, dit kan wel wat worden. Mm -hmm. um, ik zat toen naast jou toen ik met haar belde in, oh, ja. uh, in Westhof. Ja. Dat is ook een grappig. Ja. En ik merkte gewoon van ja. Zij was niet heel veel bezig met marketing en mensen die daar niet heel veel mee bezig zijn, die stellen niet zo snel de vraag hoe kom ik over. Eh, dus die, 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 die zijn meer bezig met wat is nou een samenvatting van wat ik doe dan wat is nou ja, een soort van de purple cow die je moet positioneren. Ja. Eh, dus die, die, die denken van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen en ik kan het allebei maar. Mm -hmm. En toen merkte ik, ja, dat is even heel praktisch, maar het was ook dat ik voelde van, ja, het is een beetje alsof je een, alsof je een ander dialect spreekt. Dus ik doe met betalingen vooraf, zij met achteraf. Ja, precies. Zij dacht in uren, ik dacht in projecten. Maar ja, toen had ik dat eigenlijk gewoon vrij snel gezegd. Ik zeg, luister, weet je. Had je daar dan ja op gezegd? Of? Nee, ja, ik zei dus nee. Ja. Dus ik zeg, luister, het is eigenlijk gewoon nee, want uh, weet je, wel, je kan er wel wat uit. aan verdienen. Toen had ik eerst nog een soort tussenproduct. Ik denk, nou, dan kan je dat misschien. Toen dacht ik, nee, weet je wel. Dus daar ben ik toen ook op teruggekomen. Maar uiteindelijk was dat best wel een oefening om iemand die heel graag met je wil werken, gewoon een soort van te zeggen: nee, dat gaan we niet doen, weet je wel. Ja, ja en toen belden ze mij dus op. En ze mag het ook allemaal horen, want het is ook allemaal geen geheim. En toen zegt ze van ja. Ja, weet je wel, ik, ik heb ook gewoon doorgekregen van: ja, jij, jij moet dit gewoon gaan doen. En uh, bovendien. Ik zeg ja, maar waarom dan? Weet je? Ik zeg ja, je bent gewoon heel goed in het vangen van de essentie. En uh, ja, dat heb ik nodig. Weet je wel? En toen werd ik ook een beetje gevrijfd van ja, wacht, ik heb het natuurlijk altijd over het essentialisme. En zij komt nu net met dit woord, weet je. Wel? Mm -hmm. Dus had ik ja gezegd en best wel een uh, stevige factuur ook. Want ik zou haar gewoon helemaal gaan blueprinten met haar boek. Dus alle chapters bedenken, ja. titel, achterkant. En op een gegeven moment merkte ik gewoon van, ja, zometeen gaan we het niet halen binnen de acht keer die we ervoor genomen hadden. En toen voelde ik, ja, dan wordt het waarschijnlijk mij aangerekend. En, en toen werd het een beetje van, ja, weet je wel, een beetje, ik voelde een soort race tegen de klok. En uiteindelijk heb ik haar gewoon. Uh, ja, toen liep ik naar het station, dat ik dacht dat ik een live afspraak met haar had. En toen dacht ik, hè, is hij op Zoom? Dus ik heel snel weer naar huis. Ik dacht, nee, alles. alles Gaat niet vanzelf. En toen zegt ze ja, alles goed. Ik zei, ja, op zich wel, maar uh, ik ga ermee stoppen. Hmm. En je krijgt iedere euro terug. En dan moet je je voorstellen, het traject was al in sessie 6. Dus je, ja. ben, je bent eigenlijk bijna klaar. Ja, je hebt wel wat zijn kosten erin. Uh... Ja, hè, ik heb alle lunches betaald, ik heb wat dingen. En dat was wel van. Dat, uh, ik, ik, uh, ja, wat was de vraag van waar je liever nee op wilde zeggen? Nou, ik denk dat het heel goed is dat zo is gegaan. Maar ik denk dat het voor mij echt wel een big one is om, om gewoon toch naar die intuïtie te luisteren. Toch bij je eerste gevoel en dan ja. niet vleien daarna. En, ja. je denkt, nou ja, voor en met name de, voor dat de vlijen, want ik heb dat dus drie keer gehad in andere situaties ja. in mijn leven. Maar dan ga ik nu niet op in, maar dan wordt het heel lang verhaal. Maar ik, ik, vond ja. het wel, ik vond het wel van oh ja, het is weer zo simpel. Yeah. Stand for what you believe in, even if that means standing alone. Ja, ja wees die renegade, zou ik zeggen. Yeah. Dat, uh, maar het is, is ook lastig. en Ik denk mooi dat je dit deelt en ook ja, jouw kennende echt wel die reflectie daarop pakt. En dat de volgende keer steeds wat beter op die manier kan doen, toch? Mm -hmm. Dat uh, zo'n quote van uh, pijn plus reflectie is groei. Dus dat, ja, als je die reflectie niet pakt op dit pijnmoment, oh, ja. dan, ja, uh, ja. dan mis je de groei eigenlijk. Dus uh, ja. ja, ik denk... Uh, een goede Nog het water bij hem. Water bij de wijn. Water bij de wijn. Nog een kaartje doen ook of wat? Ja, uh, ja, jij, ja. met, jij met de, de Bos. Ja en dan kijk we. Uh, ik weet niet. Weet je wel? Ja ik, ik zit goed. We gaan gewoon nog even twee minuten door of zo. Ja ja. ja, ja. Het is goed. Let's go. Uh, laten we altijd weer een pakken. Wacht ik ga hem wel even zouden. Kan je er weer eentje gewoon uit het uh, stapel pakken. Ja. Oeh, oké. Okay. Waar heb je wakker van gelegen? Ja. Moet ik eigenlijk uh, passen? Of passen? Passen. Want ik heb eigenlijk niks wat. Uh, wel vorig jaar, dat was het jaar daarvoor, zeg maar. Dat uh, was van zakelijk dingetjes. Dat ik ach, een beetje gefrustreerd. En dan wel één keer dat ik dacht. Maar ik ben niet zo iemand die snel wakker ligt van dingen. Uh, dus uh, ja. Het enige keer dat ik wakker heb gelegen is dat ik. Uh, Iets te lang uh, gefeest had, denk ik. <laughs> dat ik toen uh, moeilijk in slaap kwam. Maar dat, uh, mm -hmm. ja, ik ben er niks. Dus, ja. Geen diepgaand antwoord hebben. <laughs> nee, nou ja, je mag ook nog een pakken. Ja, juist ja, goed. Doe ik dat wel. Waar heb je keihard moeten lachen? Nou, ah, oké. Okay. Dat zijn helemaal veel momenten. Um, ja, echt een schaterlach of zo. Echt dat je buikpijn hebt. En dat is wel uh, gebeurd toen ik uh, truffels had genomen psychedelica. En ik vind dat je wordt zo ontspannen ervan. En, en zo in het moment dat alles gewoon, ja, vind ik, echt super fantastisch is. Hè. Ja, jouw ervaring was misschien anders met die coach in dat kamertje in uh, het ja, het, 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 was, het waren drie microdozen, dus dat was nog niet heel veel. Oké, okay, nee, ik was wel uh, gewoon uh, full pool. En uh, dat was met een vriend en we gingen dan ook de duintjes in hier uh, vlakbij. Mm -hmm. Nou, echt heerlijke dag aan het gelachen. En, uh, ik had dan een elektrische fiets en het voelde net alsof je op een vliegertapijt zat. Dus zodra we die fiets op, op, op gingen, was het echt al gewoon lachen als kinderen. Dus we voelden ons echt weer uh, ja, twee kids die gewoon uh, ja, iets stiekems hadden gedaan. En niemand heeft het door. En het was echt gewoon huilen met, met pijn aan kaken Gewoon op een gegeven moment van het lachen. <laughs> Uh, dat is echt een heerlijke dag. Dus dat, uh, ja, dat ga ik binnenkort denk ik wel weer, uh, weer overdoen. Dus het is ook, ook wel het besef op dat moment... want uh, ja, je hoort steeds meer mensen met ayahuasca... en, en uh, psychedelica en zweetut en lalala. Uh, maar altijd wel vanuit een plek van... iets is niet goed, het moet beter of zo. Ja. En ja, even afkloppen, ik heb de mazzel dat ik... Misschien dat werk grotendeels heb gedaan. Of uh, ik, heb, ik heb iedere keer met zo'n ceremonie dat ik er vaak voor anderen kan zijn. Mm. Of dat ik me gewoon echt super dankbaar voel en blij voel. Dat ik denk, ja, weet je, natuurlijk, het leven is niet perfect. Uh, ook zeker hè, mijn leven niet. Maar ik heb echt alles wat ik heel graag wil. En daar, ja, dat probeer ik dan ook echt te koesteren. Is dat, is, dat, is dat vroeger wel anders geweest? Of, of ben je altijd al een soort van een zondagskind geweest? Ja, nou, ik ben ook letterlijk op zondag geboren. Hè? Dus dat is wat mijn moeder ook echt letterlijk zegt. Dus ja, of dat waar is of niet. Uh, jij noemt het nu ook, dus vind nu wel grappig. Maar inderdaad, kijk, geluk en massel, uh, je moet daar ook voor openstaan, denk ik. Mm -hmm. Als je te veel hè, je blik op iets anders hebt. Of, of je voelt... dan. Dus ja, die, die open houding of zo heb ik altijd wel uh, denk ik kunnen hebben. En misschien uh, ben ik daar genetisch een deel mee gezegend. En een ander groot deel is dat ook gewoon, uh, ja, denk ik ook, bijvoorbeeld mijn opa of mijn moeder, die, die zeggen ook al, oh, wat hebben we het wel goed. En mijn opa was ook altijd vaak dankbaar en zo. Dus dat heb ik van kind af aan wel meegekregen van, hé, hey, dit is heel fijn om dat gewoon vaak te zeggen. Dus ik zeg ook zelf heel vaak van, hé, hey. ja, ik spreek vaak uit dat ik dankbaar ben, dankbaar voor vriendschappen. Ik stuur ja. mensen ook een kaartje, ik stuur mensen ook een appje met, hey, yo, uh, hey, dit wil ik niet voorbij laten gaan. Dus ik probeer die dankbaarheidsuitingen naar mezelf, maar ook naar anderen gewoon te blijven doen en dat is inmiddels gewoon jaren een ja, een deel van mijn, hoe ik ben ja. geworden in, in van mijn persoonlijkheid uh, en daar ben ik eigenlijk wel heel uh, ja, heel dankbaar voor ja. <laughs> ja ja wat was de vraag nou ik heb ben uh, even oh ja kaart moeten lachen ja dus dat stukje van die uh, psychedelica dus vanuit een plek ja realisatie van dankbaarheid en daar kwam dat lachen en dat genieten denk ik mm. ook echt wel vandaan dus uh, ja, dat gun ik iedereen ja. Ook zonder psychedelica, uiteraard, maar dat is wel uh, waar bij mij echt pijn aan mijn kaken deed. Heb uh, <laughs> je dat ook een keer gehad? Of heb je dat één keer gedaan met Nou micro, ja, nee, uh, het ja, het gekke was dus dat ik dat gisteren had. Met die groep. Ja, of omdat, echt... nou ja, ik bedoel, echt pijn aan mijn kaken was het, was het nog niet of zo, maar. Wat, 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 wat kan jij vertellen hoe dat was? Mm. Nou ja, ik zat op een gegeven moment, ja, mijn groep bestaat uit drie andere vrouwen. Ja. En op een gegeven moment ging gewoon, we gingen we gewoon werken. Maar wij kwamen gewoon achter van, wij gaan echt de boeken in als dat groepje uit de hele marketing mastermind, die altijd nog los afspreekt om te werken. En we zaten er echt zo van, volgens mij doen wij minder dan die hele groep bij elkaar, weet je wel. Ja. Weet je wel, op een gegeven moment um, ging ik taart en cake halen. En uh, op een gegeven moment zet een vrouw vrouw een soort ethische bangers op. En op een gegeven moment zaten al die vrouwen gewoon zo op een stoel. Ja. En ik zat daartussen zo een beetje te filmen van waar ben ik nou beland of zo. En ik kan het niet helemaal uitleggen, maar het was een soort inside jokes die gewoon in rap tempo achter elkaar gingen. Ja. En, um, en misschien ook wel lekker voor jou op dat moment, na wat er de afgelopen ja, dagen is gebeurd, dat je je ontspannen voelde. En... Ja, maar dat was ook wel gewoon in het kader van reflectie, dat ik dacht van wow, um, ik ben echt super verdrietig. Maar dit is er nog. Maar dat je dan vier dagen daarna gewoon weer zo kan zijn. Ja. En niet van, oh, ik ben uit de onderkant van, van de put geklommen. Nee. Maar meer van, en dat was ook wel de reflectie, van kinderen kunnen natuurlijk op één dag drie keer huilen en drie keer lachen... Ja zeker. En misschien wel meer. Gewoon echt huilen, huilen. En, ja, en, en, uh, en volwassenen is vaak... Je hebt een hoofdstuk van verdriet en je hebt een hoofdstuk van gelukzaligheid. En, ja. en toen, toen dacht ik van... Nee, ik wil weer terug naar die beginnersmind van... Ja. Meteen releasen wat er ook is, weet je wel? Ja, ja, ja supermooi. Ik denk dat dat uh, een hele mooie skill is, als het maar een skill te noemen. Of een, ja, iets om... Uh, om je jaar mee te nemen. Dat steeds, steeds meer focus ja, op de ja, Ik merk zelfs dat ik moet weer lachen als ik aan ja, gisteren ja. denk. Dat is gewoon super uh, dat leek toch? Dat is zo mooi, vind ik, van, van zulke <laughs> kaarten. Ik, het is toch een stukje herinnering ophalen ook. Ja. Dat je denkt, oh ja, dit is ook gebeurd, weet je wel. Ja, nog meer mooie momenten met lachen, maar... Ja, leuk. Heb jij nog een... Uh... Ik vind het wel een mooi inzicht, hoor, wat je zegt. <laughs> ja, dat maar dat ik moet gewoon echt gewoon weer dingen. helemaal lachen. <laughs> ja. ik ik Gelukkig is het ook een <laughs> <Ja>. leuk zo. <laughs> Het is um, met een lach en een traan, maar uh, we zitten op de lach. Uh, vertel. Nou, wat was mijn dus, beste beslissing? Ja. Um, uh, ja, ik, ik denk dat mijn beste beslissing was om... Uh, nou, ik denk wel die, die, die mannencirkel. Ik, ik, ik kan niet zeggen de beste, maar dat was wel... Uh, dat ik begon van, ja, oké... Okay, dus was het dit jaar ben je daarmee gestart? Ja. Wanneer ongeveer? Uh, precies een jaar geleden, denk ik. Oké. Okay. Maar toen was het wel een beetje van: oké, okay, weet je wel, uh, allemaal gasten, sommigen die nog nooit hadden gemediteerd, sommigen die in loondienst waren, heel veel gezinnen, gezinnetjes, mannen, zeg maar, uh, die ook al jonge gezin hadden. Dus ik dacht. Pas ik hier tussen? Ja. In, in het begin was het eigenlijk gewoon alleen maar een soort feeling different en misunderstood, weet je wel. Hmm. Maar is, was dat dan je eigen perceptie, projectie eigenlijk? Ja. Ja, ja, maar ook dat ik mijn kwaliteit niet kwijt kon. Van ja, wat, ik, ik kan jullie wel iets vertellen, maar jullie snappen er allemaal geen reet van, weet je wel. Uh, ja, maar dat was uiteindelijk niet zo. Nee, en toen gingen we zeg maar, ja, we hebben dus inderdaad familieopstellingen gedaan, maar ook ijsbaden. Uh, ja, ook een brief aan jezelf schrijven, en die na een jaar openmaken. En uiteindelijk, dus. Ademwerk, maar ook trauma release, zeg maar. Met de PSOA. Dus dat is zeg maar je bodembek en spier ja. waar trauma wordt opgeslagen. Ja, en toen ben ik dus uiteindelijk ja, in een soort van baarmoederervaring beland. Ziek. Ja, ja, waarvan ik. Nou, door, die, door dat ademen zeg. Maar. Ja, dus, en wat voor ademen? Het nou, is denk ik wel even goed om het een beetje uit te leggen voor de kijkers thuis. Van als je zeg maar gaat liggen op je rug. Mm -hmm. en je doet zeg maar, je benen een beetje zo gespreid. maar dan is er een, een, een punt. Waar het gaat trillen. Zo. Dus je, je knieën die staan, zeg maar zo, gewoon naar buiten. Ja, ze, zeg maar. En je hebt je voeten tegen elkaar in een soort ja, van twee dus, veetjes. Dus je hebt zo. je voeten op de grond en je rug op de grond. Maar ja. je knieën staan naar het plafond. Ja, en dan laat je ze en vallen. En dan, dan laat je ze vallen. Ja, ja, check. Een beetje zeg maar de, hoe heet het, de, de butterfly of in yoga. Ja. of zo weet ik veel. Nou. En, en dan is op een gegeven moment, en ik vraag zo van joh, is dat niet een beetje gewoon dat het gaat trillen omdat die spierspanning er is? En dan hadden we het over militairen uit uh, Reebok. Uh, of uh, CrossFit, ja. of uh, militaire waar, geloof ik, die gewoon echt veel shit hadden meegemaakt. Weet je wel, neerstortend vliegtuig, ja. en daar dan in zitten en dan net niet neerstorten. Nou, en die hadden natuurlijk super trauma's opgelopen. En ja, ja. die, die moesten heel even, ja. Te tellen, en, en net zo. zoals dat zeg, maar je je ontlasting, zeg maar uh, release als je stress hebt, ja. uh, gaat, gaat ook zeg, maar het fysiologisch emotioneel naar die plek, ja. He, en, en dan is het de bedoeling dat het er dan uitgaat. Alleen als het dus te veel is en je kan niet vluchten, vriezen of vechten. Ja. Wat zij dus hadden, want ze zaten vast in een riem in een vliegtuig ja, ja, ja. en ze waren uh, gekidnapt of zo. Dat was ik. Dus dan zit je zo en dan, en dan moet het naar binnen, ja. weet je wel. Ja. En dan gaat het dus in die psoa en dan had ik dus ook best wel een soort van kramp daar. Mm -hmm. En ik ging daar zo liggen, weet je wel. En maar die militairen hadden dat dus ook heel heftig, daar ja. zag je dat van. Je... Nee, zij hebben toen gekozen. Wij moeten van ons trauma af. Oh ja. Yeah. En ik zeg het misschien een beetje generiek, maar mm -hmm. het kwam erop neer dat ze dus met die Psoa op trilling brengen. Ja, yeah. Ja, dan gaat dat steeds harder. En op een gegeven moment, als je om je heen kijkt, misschien een beetje in je eigen wereld, dan zie je allemaal gassen. <truh, tr -truh, ja, die, trippen. ja, die gewoon aan het trippen zijn. Weet je wel? En ik denk, ah, what the fuck, weet je wel? Maar nou, zo begon het. Yeah. En dan, dan is de boel al wat losser. En daarna ga je ademen, en dan. Vanuit de polyvegaaltheorie, en dat is zeg maar... Je hebt drie niveaus van je zenuwstelsel. Mm -hmm. Van ik ben chill, uh, uh, ik sta aan en ik ben fucked up. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan ga je dus eerst een ademrondje doen op ik ben chill. Dat is gewoon laag tempo, leuke muziek. Wat, wat, voor, wat doe je dan voor adem? Zoveel seconden in en uit? Of? Ja, nee, de eerste ronde is gewoon echt eigenlijk awareness. Dus je gaat gewoon... Gewoon med mediteren ja. eigenlijk. En de gewoon tweede, ja, en de ja. tweede ronde is... Uh, de box. En dat is vier ja. seconden in, vier seconden vast. Vier seconden uit, ja. vier seconden vast. Dus dat is een vierkantje, zeg ja, maar. Ja, precies. En daarna dan ga je gewoon crazy. Dan ga je gewoon... Dat is hier... meer de Wim Hof. Gewoon, ja. uh... En op, er kwam echt fucking veel kwaadheid. En daar hadden ze ook allemaal rekening mee gehouden. <laughs> dus, dus, dus sommige gasten gewoon gewoon te vechten en te slaan. op Gewoon in de wilde ja, Het was gewoon echt een pit, weet je wel. Gewoon... Uh, um, ik heb niet goed om me heen gekeken, maar ik deed het zelf ook. Dus ik heb op een gegeven moment gewoon een smash gegeven aan mijn leraar... die blijkbaar boven mij hing. Maar ik had gewoon wow. een ooglapje op. Wow. En nou, op een gegeven moment werd ik gewoon ook een beetje in een soort van... weer in een soort houtgreep gelegd door een paar gasten... omdat ik gewoon... Ja. Ik was gewoon een beetje te, te fysiek, zeg maar. Dus maar die, dat hoort er allemaal bij. En dat al was die opgeslagen dingen in je psoas die kregen een soort uh, ja. uitgang. Ja, en, en toen ben ik zeg maar... Uh, ja, daarin ging dat over in, in een soort verdriet. Daarin kwam een beetje die stem van ik mag gaan staan. Ja. En toen werd ik op een gegeven moment door, door de sheriff, die, die hier ook in de podcast gezeten heeft, werd ik op mijn zij gelegd, dus zeg maar in de soort van foetus op je zij. Mm -hmm. En toen dook die gas zeg maar zo, ja, over mij heen, maar dan niet, ja, zeg maar met, ja zeg maar als, als, als een ja oké okay. als een als soort een, bijna een MMA vechter die ja, schuin op je ja, licht. van ja, ik hou je even in beton. ja ja en maar 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 dan vanuit I got your back dus niet meer okay. vanuit maar vanuit ik bescherm jou ja en toen kwam die andere gast die hield mijn voeten vast en weer een ander die hield mijn, mijn hoofd vast oké okay. en toen ineens was ik gewoon helemaal weg en toen zat ik gewoon in een baarmoeder dus ik ik voelde ik voelde zeg maar het hart van mijn moeder kloppen in mijn nek gewoon het zo'n duwtje ja Um, ik voelde ook dat het haar hart was, weet je wel? Dus ik hoorde haar hart. Um, ik kon een beetje zo die, 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 die baarmoederwand voelen met wat water en wat warmte. En op een gegeven moment dacht ik, uh, ik blijf nog heel even langer, <laughs> weet je wel. En toen ben ik dus gebleven en toen ineens ontwaakte ik. En toen kreeg ik dus daarna, ik zeg, joh, wat heb ik nou meegemaakt? Toen zeiden dus, zij dus, ja, de eerste fase is dat je dus in die baarmoeder zit... Als je echt diep gegaan bent. Oh ja. Wow. En ja, en dan krijg je dus gewoon op een presenteerblaadje dat wat jij hebt ervaren, dat dat ook gewoon al sinds de jaren zeventig een fenomeen is in breadwork. En ja, toen zei een van die gasten nog, er zit nog twintig procent van je trauma. En ik kreeg dus net ervoor een stem, je bent er bijna, er zit nog twintig procent. Ja, ja, ja. ja, toen dacht ik, ik word gek, weet je wel. Maar dat was, het was echt, uh, ik ben er echt letterlijk uit opgestaan. En toen uh, was mijn relatie er nog, dus toen ben ik naar haar toe gereden. Gewoon een soort van newborn, weet je wel. Het ja. is een heel lang antwoord, maar het was gewoon ook een hele mooie ervaring. Ja, vet. Ja, dat was echt craziness. Het was echt een soort high on your own supply, zoals we ja, ja, ja. Ah, vet ja, vet toch. En, en dat, hoe, voel je, hoe lang is dit nu terug dan? Een maand. Hoe voel je je uh, sindsdien? Heb je gewoon... Blijvend verschil gehad? Of merk je dat je toch alweer terugvallen of zo? Of? Nou, ik denk wel dat dat thema staan, dat, uh, dat is ononderhandelbaar on geworden. Ja, dat is wel heel duidelijk voor je ja. daar geworden. Echt aan ervaring daarmee. Ja, en misschien horen er ontwikkelingen daar ook wel bij, die, die ik nu meemaak. Ja, ja. Weet je, om gewoon echt. Uh... En soms komen dingen ook later nog meer tot uit. Ja. Nu zit je natuurlijk ook met uh, liefdesverdriet en andere ja. dingen die dat een beetje klauwen zeg maar. Ja, maar dat was wel ook dat had ook wel met commitment te maken. Ik dacht ook echt in die sessie van, nou, it's my time, weet je wel. Ja. Ik ga er gewoon voor. Gewoon voor die sessie om gewoon. Ja, om gewoon pool. echt gewoon vol ja. poel erin te stappen. Ja. ja nou, wel gedurfd man. Wel moedig. Ja. Gaaf. Ja, was echt. Uh, ook een mooi thema om het uh, komende jaar nu mee te nemen. Maar die, die, die moedigheid. In, ja, in nee, de, ik heb uh, altijd één woord voor het jaar. Heb jij dat ook? Ja, ja. Dus dat, dat, dat kan ik, dat komt ook terug in de journal. Dus dat je een, uh, een, een slogan bedenkt. Nou, je ja, bent natuurlijk ja, helemaal gek van slogans. Een woord of een zin voor jouw jaarthema. Dus uh, wat was jouw uh, woord of zin voor dit jaar? Uh, bounce back. Het jaar daarvoor was het flow. Uh, het jaar daarvoor avontuur, volgens mij. Toen kwam ook net uit corona, toen had ik gewoon zin in avontuur. <laughs> uh, en verder weet ik niet meer. Ah, tof. Bounce back. Dus dat is wel geluk. Gewoon uh, nou ja, een beetje die veerkracht. Eh, en, en waarin het zakelijke stuk dan een groot deel uh, uh, kwam. Maar ook met, ja, met, met wat met, met, met relaties, met wat uh, meer zijn wie ik graag wil zijn. Dus meer de artiest eigenlijk, uh, k creatie in plaats van nou ja, het, het CEO-achtig. Dus uh, ja, bounce back. Ja. Veerkracht, om het uh, Nederlands uh, te houden. Dus, en jij? Mijn woord was aanwezigheid, dit jaar. Hmm. Ja, dus dat, uh, ik heb ook ieder jaar één woord. Jaren daarvoor, ik heb dus twee jaar geleden levenskunst gehad, dus daar noemde oh, ik ja. het ook even. Ja, mooi. Um, vorig jaar was het woord samen, en toen zei David de Kok nog van, het woord wat je voor dit jaar hebt, dat ga je volgend jaar oogsten. En, um, ja... In die zin is, zou ik waarschijnlijk pas echt helemaal fully in presence zijn, zeg maar volgend jaar. Ja, nee, natuurlijk. Zeker. Maar hoe, hoe, hoe is het verder voor je dan dit jaar gegaan? Qua aanwezig, toch? Zij, nou, dan ga je ook zo'n woord onderzoeken. En ik kwam er dus ook achter van, aanwezigheid is dus niet bij de ander zijn, maar is ja. jezelf zijn bij de ander. Ja. Ja, ja juist, ja. mooi. Ja. Ja, het is moeilijk hè. Dat was, ik had het laatste gesprek met iemand die nu helemaal uh, into Tantra is. En dat het daar ook een beetje gaat over een soort van 80-20. Uh, dat je dus echt, als je dat allemaal goed wil doen en eigenlijk ook gewoon in het leven is. Als je 80% echt heel erg op jezelf vertrouwt, bij jezelf bent. En dat je 20% over hebt voor, voor anderen. En als je dat eenmaal hebt, nou ja, dan, dan kan je zo'n zo tantrabeleving goed doen. En ik denk eigenlijk ja, dat dat een hele mooie verhouding is voor überhaupt het leven. En dat. Sommige mensen zouden dat misschien egoïstisch betitelen of zo, maar ja, als je niet voor jezelf kan zorgen, dan wie dan wel? Dus ik uh, ja, moet eraan denken van ja, die 80% echt zelfverzekerd voor jezelf er zijn. En dan uh, in plaats van andersom, wat veel mensen misschien hebben en jij had, mm. toch dat pleasen en dan met anderen bezig. En wat denkt die van me? En dan, nou, dan ben je mm. toch wat nou, verschuiven met die 80 denk ik. Uh, ja. Moest ik aan denken. Ja, mooi zullen wij uh, misschien uh, vooruitkijken een paar, uh, ja, 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 ja. want we hebben nog een aardige stapel, maar ik denk dat we dan hier nog, uh, nog ja, ik weet niet hoe lang. we... Uh... Nou ja, ik denk dat we nog iets van uh, drie of vier vragen doen oh, of, ja. Zo. of ja. nou ja, in totaal dus. Ja, is goed. Wat je, jij wat zeggen man? Nou, ik dacht meer van, ik bedoel eigenlijk twee vragen en dan uh, jij twee keer antwoord en ik twee keer. Ja, antwoord. ja, is top. Voor voor vooruitkijken dan? Ja. Toch leuk. Is dus het komende jaar? 2024. Pak maar gelijk twee. En als je denkt, uh, mooi, niet zo'n leuk antwoord, mag je ook uh, of aan mij geven of een nieuwe pakken. Als je denkt van. Uh, ik zie dan een beetje lachen. Ja, oh. deze, deze ga ik toch terug doen. Ja, is goed. Omdat ik, dat er stond, wat heb, welke droom heb je nog nooit met anderen gedeeld? Mm -hmm. Alleen die heb ik wel al gedeeld. Oké, okay, goed. Dus cool. die recent is, dus en ik denk, nou, dat is een beetje. Oh, ik vind deze ook altijd lastig. Ik vind het grappig dat. Ik zelf dit dan bedenk, maar toch altijd ook heel lastig. Ja, ja, ja. Blijft gewoon. Uh... Maar goed, dat uh, de kracht van een simpele vraag, weet je. je staan vier letters op, of uh, vier woorden. Nou, laat ik maar beginnen. Vrijblik naar het komende jaar. Waar zie je tegenop? Die vier woorden dus. Ja, waar zie ik tegenop? Uh... Ja, er komt niks concreets nu binnen, maar ik, ik, uh, ja klinkt een beetje misschien stom, maar deze flow die we nu zakelijk hebben, uh, die zou ik heel graag door willen zetten. En aangezien we nu toch al, nou eventjes wel zeker wel twee jaar in, hè, van een soort wat wordt het wat hè, in, in een soort herstructurering ook van mezelf en mijn rol, ik zou er tegenop zien om dat weer op een manier te moeten meemaken. Ik vind het uh, ja, zo fijn nu met het ja de flow en de vibe en uh, hoeven nu ook meer het klanten en uh, ja weet je het voelt gewoon nu echt heel goed en of het ook bij me past dus ik zou er tegenop zien weer keuzes te moeten maken om dat te veranderen maar zoals het nu gaat ziet dat het dan niet zo uit maar het is wel grappig dat is wat ik dan aan denk is toch wel uh, ja zakelijke stress of zo ja dus ja dat ja dus eigenlijk eigenlijk wil je het gewoon houden zoals het is allemaal ja eigenlijk wel en eigenlijk misschien wel alles in mijn leven ja. <laughs> en dat ja. is misschien ook weer het gevaar want ja ik las nu ook zo'n boek over uh, de, de psychologie van geld ook over geld en spaar. Nou, dat je je weet niet wat de toekomst brengt, brengt dus hou altijd een beetje buffer anyway maar ook met ja ook met zo'n jaar weet je ik heb geen idee wat er gaat gebeuren mm -hmm. ik bedoel, iedereen is nu nog gezond om me heen maar ja dat soort uh, zeg maar van ik ben heel erg van een positiviteit en optimisme en zo maar goed, als iemand overlijdt, ja, dan is dat gewoon ook kut. En dat mag ook, denk ja. ik. En dan kan je zeker nog wel kijken naar de dankbaarheid en de mooie momenten. En, en wat fijn dat die persoon in je leven was. Maar er zijn gewoon dingen die je overkomen, die, waar je mee moet dealen. Mm -hmm. um, ja, dus dat, uh, dat hoop ik te missen. Maar ja, als het gebeurt, ja, dan is dat ook zo of zo. Dus, mm -hmm. dus ja, ik hoop dat het, uh, deze flow van dit jaar lekker doorgaat. Het is, uh, zitten, ik zit er lekker in. Ja. <laughs> mooi en jij nou ja ik um, ik heb even, deze heb ik staan. waar ga je meer tijd aan besteden nou dat dat is bij mij al een uitdagende vraag want het thema is vooral dat ik minder wil doen ja maar okay. ik denk het hele praktische is gewoon meer van dagen waarin ik samenwerk. want jij bent ook een soort solo uh, een soort solitude guy zeg maar hè? van als het op werk aankomt van laptopje open en dan je eentje in je kalkon? Ja valt me. Ik denk dat je dat beeld van me hebt, um, maar we hebben met vertel is wel een team, alleen iedereen is gewoon ja, remote. Oké, ja. uh, maar ik heb al, ja, altijd wel contact en mijn vriendin die werkt dan voor een ander bedrijf ook op afstand en vaak zijn we samen op de werkplek waar we jou ook dan zagen. Um, dus het voelt als nog wel of ik een beetje collegialiteit heb. Dus uh, ja. ik ben wel een een groot samen persoon, maar ik merk als je echt iets wil. Ja, creëren dat je wel gewoon wel inderdaad een boek schrijven ja. Dan kan je een leuke uh, vergadering houden, maar dat werkt natuurlijk niet. Dus. Ja, kijk, um, hiernaast wordt er ondertussen gestofd, dat is prima. Want dat horen mensen niet, denk ik. Nee. Ja. Ik, ik, ik zou hierbij, waar ga je meer tijd aan besteden, zou ik zeggen... alleen samenwerken. Dus mijn eigen business, maar gewoon met toffe mensen om me heen. Ja, precies. Zo'n dag had ik dus gisteren, en dat... Ja, vet. Weet je wel, wij spreken werk jij en jouw business, maar we spreken wel samen af. Ja, ja wat we toen in of misschien ja. ook een beetje hadden. En ja. Uh, ja, dat toch een beetje... Uh, en dan gaat natuurlijk wel iets van productiviteit like van de ene kant verloren, maar ook ja. weer niet. Maar als je daar, wat ik heel lang heb gedaan, is daar gewoon... Uh, we hadden dan een plekje in Amsterdam en ik heb een paar ondernemende vrienden die daar dan ook wonen. Allemaal een andere business. Maar dat we wel regelmatig daar, nou, zeg één, twee keer in de week afspraken. En dan wist ik inderdaad, dit is niet mijn meest productieve dag qua mm -hmm. creatie, maar je hebt het ook wel weer nodig om nou met elkaar op gesprekken te komen, inzichten, goed gevoel te krijgen. Ja. Uh, weet je, een je, potje pingpongen en het even te delen wat de kut en wat er goed gaat. Uh, ja, dat is wel heel fijn. Ja. Dus je kan het wel beamen, om daar, ja, gewoon een soort traditie, weet je, de vrijdagmiddagborrel, één keer in de twee weken en dan met een clubje te doen of zo. Ah, Ja. Weet je, dat dat is ook. Uh, nou, wat ik zei van die filosoof, die Koreaanse, die Jung uh, Hoo uh, Han, weet ik wel. Die, die zegt hè, dat er steeds minder tradities en steeds minder ceremonies we hebben. En ik denk ook, ja, ook met dit zou dat gewoon goed zijn om mm -hmm. meer tradities met elkaar te creëren. Die, nou ja, kerst is dan een globale ja, en oud en ja, ja. nieuw, maar meer kleine momentjes van tradities, weet je. Een vrijdagmiddagborrel, ja, kan ook iets heel moois zijn en dan wel of geen borrel. Maar mm -hmm. het samenkomen, het delen van je werkweek, wat ging er goed, wat kan er beter. Met like-minded mensen dat is denk ik uh, heel fijn om te doen. Ja. Dus uh, nou, mooi. Alleen samen was het. ja. Ja. Omdat het wel een soort van voor, voor jezelf, ja. maar wel in een groep. Ja, ja. Hè? Dus het is een ja, beetje top. een woordspeling, natuurlijk, maar ja, ja. zo ben ik. <laughs> um, jij bent. De laatste dan, hè? Ja. Wie of wat kan een nieuwe inspiratiebron zijn? Ja, vind ik ook heel lastig. Ook daarin uh, ben ik nu eigenlijk wel heel blij dat ik niet zoveel nieuw, nieuw, nieuw erbij wil. Ik heb gewoon een aantal bijvoorbeeld uh, boeken en podcasts die ik, nou, ik ja, kan boeken, dan wel weer nieuw. Maar. M mijn kennisbronnen waarvan ik het wel fijn vind dat ik daar niet steeds meer, meer, meer... Ik ben ook iets minder podcasts gaan luisteren dit jaar, denk ik. Mm -hmm. Dat ik ook wel een beetje voel van, ja, te veel info. Eh, het moet ook wel een beetje een plek krijgen en ik moet het ook kunnen gebruiken. Ja. En uh, ja, dat, eh, die, die andere vraag van wanneer was ik de beste versie van mezelf... was het ook een periode waarin ik me gewoon echt focus op wat, wie ben ik, wat weet ik al, wat doe ik al... in plaats ja. van meer, 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 nieuw, nieuw, nieuw. Erbij, want het kan ook gewoon een beetje ja, info op ja, deze dat tas ja. uh, voor ja, Maar daar had we natuurlijk net ook over van. Uh, weet je wel, ik bedoel, je kan beter gewoon tien jaar lang één vechtsport doen dan dat je vijf sporten ja. door elkaar doet. Ja, of gewoon de, de, de beste boeken die je hebt gelezen of die andere, waarvan anderen ook zeggen: het is echt goed, die gewoon echt masteren in plaats van. Ja. Ik ken, uh, weet je wel, ik weet de titel en ik weet wie het heeft geschreven en ik kan een paar one-liners. Ja, ja, ja. Uh, dus dat, dat is wel een proces die ik eigenlijk al wat langer aan het inzetten ben, maar nu we het over hebben dat ik dit jaar denk ja. Eerst vond ik kon ik een beetje gefokt zijn als ik bijvoorbeeld mijn, mijn oortjes niet meenam tijdens het wandelen of tijdens het hardlopen. dat ik dacht ja, ik wil wel een podcast luisteren, ja, even ja, iets nuttigs ja, ja. doen. En ik, ik heb dit dit jaar nou, misschien één keer tijdens de wandeling gedaan en toen halverwege gedacht: "Nee man, gewoon even mijn eigen gedachten, gewoon wat ja, meer ja. genieten, gewoon wat meer zijn." Uh, dat bevalt me eigenlijk wel heel goed. Maar goed, misschien net als die zandloper... wat je eerder zei, weet je... het is dat, dat stukje, dus de, van de breedte naar smal. Misschien dat ik uh, nou, een tijdje smal... en als ik alles heb gemasterd... dat ik dan wel weer wat meer input of inspiratie zou kunnen krijgen. Maar zoals het nu voelt... denk ik komend jaar hier nog mee door te gaan. Dus niet per se uh, ja, nieuwe inspiratiebronnen uh, ja, zoeken... als het op een pad komt. Mm -hmm. En ik ben geïnteresseerd en gemotiveerd, natuurlijk. Uh, ja. Wat vind je ervan? Ja, nou ja, ik, uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want het gaat ook gewoon over van uh, je eigen vleugels uitslaan. En, uh, weet je, ik bedoel, ik, ik heb wel eens voor de grap gezegd van uh, Jezus heeft de Bijbel niet gelezen. En uh, ja. Mohammed heeft de Koran niet gelezen. Ja. Dus er komt ook gewoon een punt dat je echt je eigen signature hebt, weet je wel. Ja. En uh, dat wordt eigenlijk alleen maar meer. En, en daarvoor moet je denk ik meer in silence zijn. En, uh, ja. en, en minder juist een soort van adaptief zijn. van... Nou, oh. Misschien kan dat wel, dat je dat zegt. Want uh, meer, want dat is voor mij altijd wel een, een uitdaging. Ik, ik doe dan die vijf reflectiedingen: mentaal, fysiek, voeding, sociaal zelf. Een stukje zelf, nou ja, omdat het de Z is, is die als laatste. Maar ik vind het ook vaak het moeilijkst, om echt tijd met mezelf. Begin dit jaar was ik dus in mijn eentje naar Kopenhagen, maar ik heb daar vrienden zitten. Ik heb daar gewoond. Het hmm. is toch altijd verleidelijk om die echt uh, in je eentje zijn. Um, ik ben dan halverwege dit jaar even naar Portugal geweest. Ook dan in mijn eentje. En dat voelt dan altijd ongemakkelijk en gek. Um, en uiteindelijk heb ik wel wat tijd alleen gespendeerd... maar daar raakte ik weer bevriend. En toen was er weer dit en zus. Ik mm -hmm. heb een superleuke tijd gehad. Uh, maar ik denk dat dat voor mij wel een inspiratie kan zijn. zou kunnen zijn om echt even... Nou, twee, drie, vier, vijf dagen... echt even in mijn eentje zonder afleiding te zijn... Dus, nou ja. Het ja. is dus denk ik maar voornemen voor mij, voor als, als inspiratiebron, doorgaande op dit punt. En wat jij zei. Nou, ja. tof. Thanks. thanks Mooi inzicht. Ja. Uh, wat ga je voor het eerst in je leven doen? Um, nou ja, heel praktisch. Ik, uh, ik heb nu uh, met Ralf Moorman uh, gesproken. Dat is een vriend van mij. Hij is van de hormoonfactor. En, uh, hij heeft vroeger bodybuilding gedaan. Maar ik ga voor het eerst gewoon ja, krachttraining doen, maar dan... On, ja, on, nou, het, het doel is helemaal niet om heel snel heel vierkant te worden. Nee, echt niet. Dan je niet meer in je auto, joh. Nou, die auto is ook vierkant. Ik ja, ja, ja. dus zou precies ja. in de hoekjes uitkomen. <laughs> maar het is meer dat ik dan denk van... Uh, ja learn from the best en ondertussen ook gewoon lachen want dat is ook een gast waar ik mee naar het casino ga en waar we samen mee in crypto zitten gewoon allemaal ja, bij, bijna een soort van de, de foute ja. soort van uh, avontuurtjes ja, maar die... dat is toch het leven ook gewoon ja. een diepgang maar ook lol maken ja dat dat ja dat, dat moeten we niet dat mag er zijn weet je ja. dat moet er zijn denk ik maar goed en dan is... kijk wel naar uit want we gaan ook echt zitten op voeding uh, weet je wel, een plannetje maken hij zorgt van techniek en uh, wat Past er bij jou en dus dat, dat is nieuw, dat ik me echt ga la laten begeleiden, want ik loop altijd gewoon helemaal autonoom door die sportschool. Weet je wel, ah, precies, aan ah, vet. Ja. En, en zit daar nog een bepaald doel aan vast, of is het gewoon we gaan het dit jaar doen en we zien wel? Of, of is er nou, ik denk als je dan toch heel veel doet, dat je dan ook gewoon de effectiviteit verhoogt. Ook hierin misschien minder, maar beter. Weet je wel, ik denk dat ik door met hem te trainen gewoon een paar trainingen per week kan. Skippen. Kan, kan skippen, ja. Ja, precies. Ja, oké. Okay, dus niet echt uh, concreet doel van deze vet, dit vetpercentage. Deze... Nou ja, dat gaan we bespreken. Ik denk okay. wel dat ik uh, met name op voeding en vitaliteit wil scoren. Dus het is... Uh... Ja. Gewoon je echt goed voelen en, ja. en zelfvertrouwen. En denken, yes, man. Ja. ja. Het is niet heel meetbaar, maar ik denk juist mooi. En jij? Wat ik uh, komend jaar ga doen, wat niemand van me verwacht... Ja, het is een. Nou ja, wat je voor het eerst in je leven oh ja. gaat doen. Oh ja. Uh, ja. Ik. Uh, ik denk, ik ben bezig om met de leerplichtambtenaar te kijken of ik langere tijd met mijn dochtertje uh, naar het buitenland kan. Maar dat gaat tot nu toe nog niet heel soepel. Uh, dus ik hoop dat daar, uh, dat, dat kan. Uh, maar verder ja, is mijn ander misschien een beetje saai. En dat is ook wel een les van dit jaar. Uh, ik ben altijd wel iemand die een beetje onrustig kan worden als dingen te makkelijk gaan in mijn mm -hmm. leven, als het te veel loopt. En dat was vooral in het verleden zo, jaren terug. Maar nu kan ik steeds meer genieten en ook de kracht inzien van saai. En er was een podcast of een boek dat ik las waar ook iemand zei van hey, boring is. I is, uh, choose my life to be boring right now. Heel veel nee zeggen, heel simpel houden. En dat hij dan merkt dat dat het verschil is om echt te gaan hockey stikken met waar je echt je passie voor hebt en goed bij voelt. Dus ik wil eigenlijk juist, ja, toch even die saaiheid of die flow waarin ik me zo goed voelde dit jaar. Uh, want dat was ook gewoon keuzes maken om even dingen niet te doen, uh, afspraken, verjaardagen, klanten, gewoon mm -hmm. simpel houden. Dus ik denk, uh, ja, eigenlijk is mijn antwoord: ik wil niet te veel nieuws doen. En ik wil het juist uh, die saaiheid en simpelheid doorzetten. Ja. Want, want daarvoor was het altijd van, nou ah, ja, levenskunst is een paar keer gevallen. Ik ben altijd wel van, oké. Okay, Waar kan ik heen? Welk land wil ik bezoeken? Ik ben mm -hmm. het af, de eerste helft van het jaar ben ik twaalf keer in het... Uh, op, heb ik op een andere plek gewerkt waar veel al het buitenland was. Uh, twaalf keer in zes maanden. Toen had ik mijn vrienden ook wel van... ja, het is ook wel even chill om dus pff, minder. En nu ben ik de uh, afgelopen half jaar dan uh, twee keer weg geweest. En dat bevalt mij ook heel goed. Terwijl ik ben wel een avonturier... en ik hou van die ja, nieuwe dingen, nieuwe plekken, nieuwe mensen... Uh, maar ik zit nu dus wel op een fase dat ik denk... hé, hey, laat ik weer even voor dat boring, dat voelt nog heel goed... totdat ik daar misschien op een gegeven moment weer denk... ah, oh, dit gaat nu jeuken. En dan kan ik altijd wel weer terugstappen naar mijn, ja, mijn creatieve, spontane, avontuurlijke... Nou ja, noem het wat, uh, zelf. En die flow dan weer pakken. Beautiful boredom. Oh, ja, dat is een mooie. Beautiful boredom. Ja. Misschien... Uh, ja, nee, Goeie ja. Voor Wordt dat mijn jaarthema? Beautiful boredom. Bart, beautiful Borden. <laughs> ja, een soort BBB. We ja, ja, hebben precies. het ook meteen over politiek gehad. Nou, <laughs> stop nu met de podcast. Nee. Nee, cool man. Dat uh, leuk, ja. ja. Ja, want, want ben je al op een plek dat je je jaarthema zou weten? Nee, nog niet. Dan ben ik nu. Uh, het is vroeg, vroeg, in december. Dus uh, ik ben het nu wel al dus. Nou, dit soort dingetjes denk ik. Oh, die kan ik onthouden. Dus ik ben er al mee bezig. Uh, maar wat ik al eerder zei, ik wilde er gewoon de tijd voor nemen. En ook zo'n thema is ook. Het is gewoon leuk om een soort one-liner te hebben. En daarna boeit het ook niet meer zo heel veel, weet je wel. En uh, je kan er dan wel weer op terugkijken van waarom stelde ik dat zo? Met welke gedachten? En is dat gelukt of niet? En waarom wel of niet? En dat dan weer onderzoeken. Ik denk ja. dat dat gewoon het belangrijkste is. En niet per se van het moet echt een supergoede thema. Het moet het echt mooi. En het, nou ja, bij je gaat het dan automatisch maar mooie woordspeling of zo. Dat boeit me dan niet. Um, en gewoon de tijd voor pakken, ja. denk ik. Ja, jij? Nou, ik, ik heb het thema vaak, soms zelfs de eerste week van januari pas. Ja. Dus. Um, nou ja, je hebt al een beetje, toch? Ja, standing up. Ja, Renegade ja. of standing up of ja. iets. Ja, renegade is ook mooi. Ja, dat vind ik wel tof. Ja, ja dat is wel een leuke. Daar ja. zou ik zelf wel dat zou ik, kun je bij eens van de t-shirt van drukken. Ja. En nee, ga staan niet. <laughs> maar ja, anyway. Renegade misschien. Het is leuk als je dan op de bank zit en dan staat er ga staan. <laughs> <laughs> ja, precies. beetje oh, <laughs> Ja, nee, lach man. Ik denk wel dat het uh, de langste podcast is die ik ooit heb gemaakt. Ja, nou ja, aan de kaart. Vanaf, vanaf de helden en hoordenstoel in ieder geval. Oh ja, nou cool. Van aan de kaartjes te zien, kunnen we nog een hoop door. Maar nee, superleuk. Ook dat is denk ik gewoon top om uh, even nu te laten rusten. Ik vond het daar leuk man, om zo te, ja. te doen. Jij, hoe vond jij het? Moet ja, nee, ik, jou, ik zeg al, van voor mij is het gewoon heel ontspannen. Omdat het is een soort van vriendschap, maar het is ook interactief, weet je wat? Dus ja. Ik bedoel, ik vertel minimaal net zoveel als jij. Ja. Ja, en dat maakt het gewoon... Um, ja, er staan toevallig uh, wat uh, mics en camera's bij, maar... Ja. Uh, ja. Volgens mij is, is ooit zo'n podcast misschien begonnen, toch? Van, ja. hé, hey, we hebben goede gesprekken, laten we het keer opnemen en delen. Uh, en dat is dan nu inmiddels uitgegroeid, nou inderdaad, uh, we moeten er, een, uh, moeten er goed op staan een showtje van maken ofzo, maar volgens mij is het denk ik wel een beetje de basis geweest uh, van het ontstaan hier van uh, zes, zeven jaar geleden, denk ik, weet ik ja, niet. Ja, nou ja, ik denk het ergens ook, ja. Althans. We kijken wat hier nog voor geleiden onder zitten. <laughs> oh, hey. een applaus. Ja. Nou goed, nee, dus dat is echt een soort van kerst outro, Maar dat, oh. had, nou ja, <laughs> dat maakt niet uit. Dat, dat best um, ja, nee, uh, ik denk, uh, wat mij betreft, we uh, zitten hier uh, over een paar maanden of een half jaar weer. Ja, leuk man. Ik, uh, we wonen bij elkaar in de buurt en uh, ik vind is, het is ook voor mij super leuk om te doen. Dus ja, en, uh, ja lachen om zo op elkaars pad, spontaan en dan nu wel, hè, met een afspraak, uh, ja, toch een beetje op te trekken. Ja, een soort potmaatjes. <laughs> ja, precies. Dus um, ja, voor de luisteraar, uh, als, je dit, uh, als je hiermee het nieuwe jaar in gaat, dan zou ik zeggen. En als je tot het einde hebt geluisterd, dan. Uh, ja, dan, uh, dan uh, heb je waarschijnlijk een zalig uiteinde gehad. <laughs> um, ja, ik uh, wil je hartelijk danken voor alle mooie boeken. Um, als de luisteraar nog. Iets van jullie wil weten waar, waar wil je hem dan naar verwijzen? Uh, vertel is het makkelijkst. Iedereen, ik ben vrij open met mijn e-mail delen. Dus Bart, Apenstaartje vertel eens@lis.nl. mag je me ook altijd mailen. Uh, vind ik heel leuk. Ik hou van klantcontact. Uh, ja. En ik heb geen social media, dus dat werkt niet bij mij. Maar mm -hmm. vertel eens wel. Dus je kan wel vertel eens volgen op alle socials. Dus, uh, ja, nou ja, ik denk dat het. Uh, dat mensen hun weg uh, inmiddels wel kunnen vinden. Ja, toch? Um, ik ben heel benieuwd wat je van het boek gaat vinden. Man. Ja, ik ook. Dus uh, jouw kritische blik uh, mag uh, zeker aan het einde. Dus ik hoop dat je denkt, uh, wauw, leuk. Ja, leuk man. Ik, uh, ik, ik laat me erover horen. Ja, cool. Dus uh, thanks uh, voor deze, uh, voor de luisteraar. Als je over deze aflevering wil meepraten, hashtag helden en op alle kanalen. Maar nog belangrijker, vergeet zeker niet even te abonneren op YouTube... Vergeet ook zeker niet eventjes Vertel eens te volgen, want Bart zit er zelf niet op, maar zijn team wel. <laughs> Precies. En uh, ja, als je denkt van, hé, hey, uh, hoe gaan we die feestdagen nou doorkomen? Nou, dan uh, is dit een heel uh, leuk uh, hulpmiddel. Denk ik wel, ja. En um, dan rond ik hem hiermee af en dan wens ik jou ja, een uh, zalig uiteinde, wou ik zeggen. Maar ja, fijne feestdag, gelukkig nu, jou. Ja, nou, ja, we spreken elkaar nog wel uh, vlak ervoor, of we appen nog wel. Zeker. <laughs> Cool. Alright, dan ronden we precies om twee uur af. En dan. Hoi, uh, thanks. Zitten we voor vandaag. Ciao.